Koersliefhebbers, een goede middag. U zit bij uw regionale zender op de eerste rij voor de 91ste editie van de Schaal Cels. En dat is een van de oudste wielerwedstrijden van ons land. Daar zitten wij. Frank Hoosten is mijn co-commentator. Goedemiddag, Frank. Goedemiddag. Frank, het parcours van deze Schaal Cels, de 91ste editie, dat is iets bijzonder speciaal. Sinds vorig jaar rijden we over kasseien en onverharde wegen. Een koers van bijna 200 kilometer. Jij hebt het parcours deze week gaan verkennen. En wat is jouw oordeel? Wel ja, ik had het vorig jaar ook verkend. En dan hebben de mankementen die vorig jaar gebeurd zijn, dit jaar heeft de organisatie, met name Simon, goed weggewerkt door overal op onverharde stukken nog een laag gravel te leggen en dan nog te walsen met een rol, zodanig dat het echt wel heel goed te doen is om met een koersfiets daarover te rijden. Dus ik denk niet dat we dit jaar obstakels gaan tegenkomen zoals vorig jaar, dat ze de wedstrijd gaan moeten stilleggen door het vastrijden van auto's en het tegenkomen. Dit zijn de beelden van de start van vanmorgen hier op de Bredabaan in Merksem. Kevin Pauwels die moest zich reppen om nog met de rest van de ploeg samen op het podium te gaan staan. Kevin Pauwels die zich klaargestoomd heeft voor het crossseizoen dat over 2 weken van start gaat. Man van de streek ook hier, man uit het noorden van de provincie Antwerpen. En deze Schaal Cels die trekt door de polder, zoals dat heet, de Antwerpse polder. Allemaal ten noorden van Antwerpen is het te doen. Wout van Aert, de grootste naam aan de start van morgen. Met zijn ploeg Crelan Vastgoedservice. In gesprek met Tim Merlier. Dit is Kenny de Haas, ex-winnaar. In 2007 was de Haas hier de snelste op de Bredabaan. Met 145 renners stonden ze vanmorgen dus rond een uur of 11 klaar aan de Sint-Eduarduskerk in Merksem. Dit is nog eens de erelijst. Vorig jaar won Robin Stenhuy hier op de Bredabaan. Stenhuy is er opnieuw bij. Rijdt voor Wanty Groep Gobert. Vorig jaar was hij daar stagiair en dat was natuurlijk wel uitpakken om als stagiair die wedstrijd op zijn naam te schrijven. Opnieuw beelden van het vertrek. Met onder andere Jean-Marie Pfaff op de Bredabaan. En die gele stroken die u daar ziet, dat is om de tramsporen te bedekken. En Ludo van Kampenhout, schepen van sport van de stad Antwerpen, die heeft de wedstrijd op gang gevlacht. We hebben eerst een klein paraderondje gereden in Merksem. De plaatselijke ronde voor straks in de finale, bij wijze van spreken, al is verkend. Want ook de finale, Frank, is een beetje hertekend tegenover vorig jaar. Vorig jaar reden ze hier nog 3 plaatselijke rondes en dat is er nog maar 1. Ja, het is eigenlijk mijn aanraden dat ik Ben Simon, de organisator van deze wedstrijd, een beetje aangedrongen heb om niet de 8 kilometer plaatselijke ronde 3 keer te doen hier op de Bredabaan. En de hele dag een mooi parcours te maken met kasseistroken, onverhard. En dan nog de renners 40 kilometer laten op asfalt rijden, alles laten terugkomen. Op die manier heeft het dit jaar het anders gedaan, de finale bondiger gemaakt. Tot op, laten we zeggen, 3-4 kilometer, 5 kilometer voor het einde nog een stuk onverhard met kasseien. Dus ik denk dat we een hele andere finale krijgen dan vorig jaar. U zag het ook net na de officiële start meteen aanvallen. Door de Antwerpse haven trok het peloton in noordelijke richting naar Nederland, waar ze ook een stevige lus op grondgebied Nederland rijden. We kregen een aantal aanvallen in het begin met onder andere Aviv Yeskel van Cycling Academy Team. En uiteindelijk vormde zich een kopgroep met 10 renners. Daarbij onder andere Frederik Veugelen, Dries de Bond, de Belgische kampioen bij de elite renners zonder contract. Dat werd hij enkele weken geleden
ook hier ten noorden van Antwerpen in Stabroek. En dit zijn rechtstreekse beelden. Opnieuw de kopgroep. Met 9 renners zijn ze intussen nog. En zij hebben een kleine half minuut voorsprong op het peloton. De samenstelling van de kopgroep voor Wanty Groep Gobert, Frederik Veugelen. Twee renners van Roompot, Oranje Peloton. Wesley Kreider en Brian van Goetem. Philip Walslebe, de Duitser, de cyclocrosser van Beobank Corendon. Dries de Bond, zoals gezegd, Ferrandas Willems. Michael Reis van Stulting Service Group. Jacob Scott achteraan, de man van Endpost Chain Reaction. Scott die was even uit die kopgroep gevallen. Die had een probleem met zijn versnellingsapparaat, maar is dan toch teruggekeerd. De maximale voorsprong van die kopgroep trouwens, 3,5 minuten. Dus het peloton heeft al heel wat werk verricht om 3 minuten goed te maken. Dat is vooral onder impuls van Crelan Vastgoedservice, de ploeg van Wout van Aert geweest. De mannen die ook nu nog op kop rijden en de steun krijgen van Topsport Vlaanderen, Baloise. Misschien wel de twee belangrijkste ploegen ook aan de start, Frank. De mannen die toch geacht worden om deze wedstrijd te dragen. Ja, inderdaad. Maar het nadeel van vandaag, deze wedstrijd, dat er maar ploegen van 6 man zijn. En als je dan een koers moet gaan controleren met kopman en 5 knechten, in het geval van de ploeg van Wout van Aert natuurlijk, heb je snel je ploegmaten opgesoupeerd en kom je alleen te zitten, kom je geïsoleerd eigenlijk te zitten in de finale. Wat dan ook heel gevaarlijk is. We hebben dat vorig jaar ook gezien met Wout van Aert, toen hij lek reed, dat hij eigenlijk maar op zichzelf aangewezen was om terug te keren. Dan is het hopeloos natuurlijk. Dus het gevaar van zo kleine aantallen, dus ploegen van 6 man, is om scheve situaties te gaan rechtzetten, dat het vrij moeilijk is. Ja, een bewuste keuze ook van de organisator om per ploeg 6 renners te laten starten. Waarom heeft hij die keuze gemaakt? Wel, ten eerste om meer ploegen te kunnen aanwerven en ook om de wedstrijd boeiender te maken. We denken allemaal algemeen. In alle wedstrijden moet het aantal renners naar beneden. Het is te gevaarlijk met allerlei verkeerseilanden en obstakels op de weg. Dat het peloton eigenlijk een beetje moet inkrimpen. Hetzelfde geldt voor de motoren in het peloton. Ook het tot een minimum gaan beperken. Geen motoren meer laten het peloton passeren. Enzovoort, enzovoort. Hetzelfde geldt voor de renners. Kleinere ploegen aan de start met minder renners. Boeiendere wedstrijd en minder gevaarlijk. En op dit specifieke parcours met vandaag 34 kilometer kasseien en 33 kilometer maar liefst onverharde wegen, lijkt me het ook wel aangewezen om het zo veilig mogelijk te houden en het aantal proberen te beperken. Ja, maar dat is nog een reden. Ten eerste heb je minder renners per ploeg, dus spektakel verzekerd. Door het parcours 33 kilometer off-road en 35 of 36 kilometer kasseien, die alles samen, denk ik dat we een wedstrijd hebben dat je eigenlijk, wij zitten nu al te kijken van in het begin, eigenlijk geen moment u verveelt, er gebeurt altijd wel iets. Daar kwamen ze er net na de kasseistroken, hebben ze hele lus in Nederland gedaan. Het was een verschrikkelijke wind. Zijn ze daar in waaiers beginnen rijden, dus constant was er iets happening in het peloton en in de kopgroep. Dus ook voor dat vind ik het parcours heel boeiend. We hebben al een heel aantal passages gehad over kasseistroken en onverharde wegen. Maar straks komen er nog heel wat aan. Bijvoorbeeld die Torense weg en het Booswegske. Die combinatie van die twee stroken, dat is wel een belangrijk punt in deze koers ook. Dat is eigenlijk het strategische punt van deze wedstrijd, omdat ze daar in totaal 6 keer overgaan. In 3 keer in 1 richting, 3 keer in de andere richting. Dus maar telkens over het slechtste stuk stenen dat de inrichter, de organisator, gevonden heeft, de Torense weg, hebben ze eigenlijk uitgezocht om daar zoveel keren over te rijden. En dat eigenlijk als scherprechter te maken van deze wedstrijd. En dit is de zone van het Reigersbos, een korte kasseistrook, 480 meter met Michael Reis van Stulting op kop van de ontsnapping. In zijn wiel Philip Walslebe, man die vlot meerijdt. Ploegmaat van onder andere Mathieu van der Poel. Mathieu niet aan de start. Wel David vandaag, maar wel David. En Witse Bosmans, onder andere ook een man van de streek. Ook een veldrijder.
specifiek een wedstrijd eigenlijk, waar alle ploegen met enigszins goede veldrijders in hier aan de start staan met hun veldrijders, omdat het echt wel een koers is waar een veldrijder echt wel tot zijn recht komt. Zicht op Zandvliet was dat, het helikopterbeeld daarnet. Opnieuw een kasseistrook, de oude Papenstraat. Met Walslebe, die nu het commando overneemt. Veugelen in zijn wiel. De man van Team Wiggins in derde positie. Dat is Jake Kelly. Geen familie van, want een Brit. En Sean Kelly, dat is een Ier. Ja, dat zou mooi zijn. Ik denk dat er in die landen wel meer mensen Kelly heten dan alleen Sean Kelly. Zowel met hun voor- als achternaam. Anders zouden we wel een hele grote familie hebben. Walslebe, net voor de uitzending begon, zagen we die achteraan het groepje steeds hangen. En nu neemt hij toch het commando over. En de voorsprong stijgt ook opnieuw een beetje. We komen van een halve minuut, we zitten nu opnieuw aan 50 seconden. En daar een beetje misbaar van de man van Crelan Vastgoedservice was dat Merlier, die zijn ploegmaat aanmaande om opnieuw het commando van het peloton over te nemen. Ja, ze laten natuurlijk die mannen zo lang mogelijk op kop rijden. En hoe langer ze wachten om de kopgroep te pakken, hoe beter natuurlijk voor die andere ploegen. En een valpartij. Ja. Oei, hopelijk niet te erg. Blijft iemand van Gazprom lijkt me aan de broek te zien dat daar Gazprom op staat. Ja. Andrei Solominikov, de Rus, tegen de grond gegaan op die kasseistrook van de oude Papenstraat. En dat leek mij het sleutelbeen. Ja. Hopelijk niet gebroken. Hopelijk kan hij zijn weg verder zetten. Bevoorradingszone. De mannen van Topsport Vlaanderen Baloise die een musette aannemen. Ook die van Crelan. Proberen dat tenminste. Ze hebben ook een keer een andere bevoorrading op de kassei en nu is het op het asfalt. Ook een beetje twijfelachtig om op kasseistrook de renners een zakje te laten aannemen. Enkele honderden meters verder gaan staan is misschien een beter idee. Ja, om. Ja. Nog eens een herhaling van de valpartij. Ja, waarschijnlijk een achterwiel geraakt van de voorganger en ja, weg. Hè. Solominikov. Je moet echt 100% geconcentreerd zijn in zo'n wedstrijd van de eerste meter. Want van de eerste kilometers hebben ze al offroad, hebben ze al kasseien. Dus als renner moet je de ganse dag constant geconcentreerd blijven. Niet te veel in je zakken gaan achtereten, want je zit zo van achter. Het is de ganse dag eigenlijk een gevring om constant vooraan te zitten. Niet alleen om de kasseien en onverhard, maar ook om de wind. Want we hebben dat gezien in Nederland, dat stukje Nederland, was niet op televisie. Lag het peloton in vier groepen uit elkaar, dat ze gewoon in Warenstad rijden waren. Dus een heel nerveuze wedstrijd en ook een heel lastige wedstrijd. Ja, het peloton op een lint. En zo heel groot is dat peloton ook nee, al niet meer? Nee, dat is al een reden, 146 of 148 deelnemers. Ik denk dat we nu nog een man of 50, 60 maximum hebben. En de materiaalwagens zijn nog niet te zien achter de eerste peloton. Dus ik denk dat er openingen zijn, afstanden zijn tussen diverse pelotons, zodanig dat de UCI-voorzitter eigenlijk nog niet toelaat omdat de voorsprong te klein is om de wagens door te laten. Ter illustratie, vorig jaar reden er 19 renners uit. Er waren er 19 die de eerste schaalcels, nieuwe editie dan, in de nieuwe vorm uitreden. Dat is bijzonder weinig. Vandaag zie ik er meer uitrijden. Omdat de omstandigheden iets beter zijn. Vorig jaar hadden we daar de stortbui. De nacht van zaterdag op zondag. Waardoor bepaalde stroken van het parcours er toch slecht bij lagen. Voor renners was dat niet bepaald een probleem. Maar wel voor volgwagens. Dat is ook een beetje de reden, denk ik. Dat er ook veel renners de handdoek gegooid hebben vorig jaar. Op een zeker moment werd de wedstrijd geneutraliseerd. Moesten ze opnieuw starten. En dan kan ik me voorstellen, het was ook druilerig. Weer.
kan ik me ook goed voorstellen dat je dan sneller zegt, ja, jongens, ik stop hiermee, ik zit niet meer zitten. En dat is ook een beetje de reden dat er veel renners opgeven, ondanks dat ze eigenlijk niet moe waren. Gewoon omdat ze niet meer zagen zitten. Dat zullen we vandaag niet hebben. Het is prachtig weer. Het parcours, alle slechte stroken die we hebben ze nu al gehad. Die hebben ze nog een keer of twee keer of drie keer. Dus ze weten wat er nu komt. Dus ik denk niet dat we veel opgaves gaan krijgen door geen goesting meer. Gewoon omdat ze eraf gereden zijn. De mensen aan de start, terwijl we zien dat er hier twee mannen terugkomen bij de kopgroep. Dat is Van Bakel en de Pool Czerny, de Tsjech Czerny, excuseer. Eén man, of twee mensen zelfs, maar de eerste die we gesproken hebben vanmorgen, Dries de Bont, de eerste man in de kopgroep, die stond vanmorgen aan de start bij Phil van den Bossen. En die vertelde dat hij een uitstekende vorm heeft. We gaan eens luisteren naar Dries de Bont. In vorm ben ik al sinds, maar of dat ik hier de man aan de start ben, dat weet ik niet. Ik ben, zoals gezegd, Belgisch kampioen bij de Ritte zonder contract. En er staan hier twee pakken aan de start die wel al een contract hebben. Dus met die mannen kon ik mij dan in de wedstrijd niet vergelijken. Wat verwacht je van vandaag, tenslotte? Het zal een hectische koers worden. Veel zandstroken, kasseistroken. Het zal voorin koersen zijn. Want ik denk, eens dat je achterop geraakt, is het einde verhaal, denk ik. Dankjewel. Voorin koersen, dat heeft hij absoluut ter harte genomen. En we zitten opnieuw op een onverharde strook. Een mooie strook. Een opeenvolging van een aantal stroken zelfs. De Kalmthoutse baan is dit eerste stuk. Op 84 kilometer van de streep. Bijna een minuut toch opnieuw de kopgroep. Ook mede dankzij de bevoorrading die het peloton aan het nemen is. Het gaat over van onverhard naar kassei. Nu weer een stukje asfalt. Althans aan de zijkant, want de echte bedding van de weg is natuurlijk nog kassei. Ja, het is echt een wedstrijd waar je heel attent moet zijn. Hè, dat je niet laat wegrijden door wat de valpartij op zo'n onverhard stuk is snel gebeurd. Een gat die valt, je kan er niet voorbij omdat het te slecht ligt. En je bent gezien, dus je moet echt wel attent vooraan koersen. Het is gewoon een afvallingswedstrijd, dat kunnen we zien. Het peloton dunt meer en meer uit. Oké, de kopgroep blijft nog voor, maar dat is door het toelaten van het peloton dat toelaat dat die mannen voorop blijven. Want als ze willen kunnen ze er ineens naartoe rijden, maar dat doen ze bewust niet. Omdat het nog iets te vroeg is. Dat zal Kevin Hulsmans, de man in de volgwagen voor Crelan Vastgoedservice, zeker bepaald hebben. Hier ook weer een mooie passage. Ja, voor de leeuw van Vlaanderen, denk ik. Ja, het café. Op de linkerkant rijden ze echt door het gras. Een stukje. Het is echt prachtige beelden hier, vind ik. Kijk eens, schitterende passage, ja. Ook een beetje wind. U ziet het in de polder. Het is ook een heel mooi stuk. Meer dan bijna een kleine 2 kilometer lang. Overlopend van gras naar gravel. De zone de leeuw. Terwijl de Vlaamse leeuw daar wapperde. En het Brabants trekpaard in de wei loopt. Het is Gerry Draaits trouwens die al kilometers op kop rijdt voor Crelan in dienst van Wout van Aert en misschien wel Tim Merlier ook. Man in vorm bij Crelan Vastgoedservice, eerder deze week zijn eerste profzege behaald in Zottegem. En Merlier vorig jaar hier ook op het podium, derde. Ja. Derde winnaar was toen Robin Stenwy voor Oliver Naassen. Stenwy en Merlier, die zijn er opnieuw bij dit jaar. Oliver Naassen niet. Die rijdt intussen voor IM Cycling, of dit seizoen althans. Heeft de Tour ook gereden. En trekt volgend jaar naar een andere World Tour ploeg, AG Deuxerre. Terwijl er twee mannen uit de kopgroep vallen.
De man van Endpost, Jacob Scott en Robbie van Bakel van Metec. Als je ziet waarom slechte weg en je ziet het gras helemaal plat liggen naar rechts. Het is gewoon door de zijwind dat ze eigenlijk uit het wiel gereden worden. Niet omdat dat het offroad is, dat hoort er natuurlijk bij. Maar dan nog een keer op de kant geraken van achter en je bent zo 50 meter kwijt. Ze zullen misschien wel terug bijkomen, maar het zit wel in je benen. En de volgende strook waarschijnlijk hetzelfde liedje. Voilà. Hier gaat het dan lichtjes vals plat bergop. Oei, schuiver van Bakel. Een van de vroegste aanvallers. Robbie van Bakel, de Nederlander. Stoffige beelden. Het doet denken aan Parijs-Roubaix. Ja. Maar het is met de windmolens en de hoogspanningsmasten van de Antwerpse haven op de achtergrond. En niet de koolmijntoren van het bos van Valère. Nee. Ook wel mooi, hè? Kijk eens, die wind. De wind. Houdt lelijk huis, hoor, op deze passage. Niet denken mensen dat de helikopter boven het peloton hangt. Hij hangt inderdaad boven het peloton, maar het is echt wel de wind die nu een rol speelt. Dat het gras zo plat gaat liggen en het riet zo plat gaat liggen. Dat de renners zijn eigenlijk allemaal op de kant gaan zitten. En dat is dan het nadeel. Als je hier achteraan zit, gaat de renners daar in file en jain eigenlijk door de bocht komen. En kom je helemaal achteraan te zitten op een rekker en dan word je gelost. Dit is weer een vertraagde weergave van... Ja, je waait zo weg, hè. Een valpartij. De man van Wiggins die tegen de grond gaat, wordt er gewoon uitgewaaid, bij wijze van spreken. Ja, het is echt wel... De wind houdt lelijk huis in de polder. Ja, het is er echt wel open, hè. Het is niks te zien van huizen op die plaats. Daarnet in Nederland was het ook zo, voordat de uitzending begon, dat het peloton eigenlijk sommige momenten in 4-5 groepen uit elkaar lag. Baantjes van 5 meter, 4 meter breed en dan waaiertjes maken. Peloton, dat is minder dan 50 man, neem ik aan. Ja, ik schat het ook zoiets. 50, 60 man maximum. En gewoon niet te demareren, gewoon door tempo te rijden, dat ze gewoon eruit waaien. Het is niet alleen de offroad en de kassei die de wedstrijd lastig maken, ook de wind. De kopgroep, u ziet de samenstelling nog eens. Met 7 zijn ze nog. Ik denk dat we echt wel goede renners gaan krijgen in de finale, want het is zo'n lastige wedstrijd geweest dat alleen de goeie gaan overschieten. Ik denk niet dat er in een outsider zal winnen vandaag. Dries de Bont in goede doen. Zoals gezegd al Belgisch kampioen bij de elite zonder contract in Stabroek. Een organisatie van de mensen van Schaal Cels ook, dat BK. De Bont ook voor de zomervakantie nog verrassende winnaar van Halle Ingooigem. Toen Jens Keukeleire klopte. In een sprint met 2. Hij heeft er vandaag al heel wat werk gedaan. Al, hè. De Bont is ook natuurlijk... Misschien is dat net iets te veel als je weet wat er achter u nog afkomt. Wout van Aert, die maar hier... Dat zijn mannen die nog geen een trap gegeven hebben, die in het wiel gezeten hebben. Als ze daar straks moet mee zijn, dan moet je echt wel voor goede huizen zijn als je de hele dag in deze kopgroep hebt gezeten. Dus ik vrees er een beetje voor. Ondanks dat ik zeker hem niet onderschat. Hè. Voilà, Van Bakel en Scott Jacob eraan voor de moeite. Die worden ingelopen door het peloton. Vijftig seconden nog steeds, de voorsprong. Terwijl er iets meer rust lijkt weer te keren, maar dat heeft ook met de wind natuurlijk te maken. Als je kijkt naar de zijkant van de weg, hoe het riet daar schommelt in de wind. Nog in de kopgroep, naast Dries de Bont, zagen we ook al een actieve Philip Walsleben. Walsleben, de Duitser die al jaren cyclocrost in ons land en ook in de Kempen woont. Zesvoudig Duits kampioen veldrijden. En door al jaren in
ons land te wonen, spreekt hij natuurlijk uitstekend Nederlands. En we gaan eens luisteren naar wat Filip Walsleben vanmorgen te vertellen had bij Phil van den Bossen. Filip Walsleben, nog 2 weken en jullie gaan er aan beginnen in de cross. Is dit voor jou de ideale test? In zekere zin is dat wel een test. Je kunt altijd zien dat de conditie is. Maar we hebben eigenlijk niet meer echt de wegconditie. Dus zoals ik al net zei, het gaat misschien moeilijk worden om op het einde nog mee te spelen. We hebben al redelijk veel korte trainingen gedaan. Dus als ik vandaag geen perfecte koers kan afleveren, ga ik me daar niet druk om maken, want we hebben er eigenlijk niet meer voor getraind. Jij kreeg ooit de prijs voor de meest strijdlustige, denk ik, of in de Ronde van België was dat. Wil dat zeggen dat jij vandaag voor aanvallen gaat zorgen? Ja, dat was de actiefste renner toen, inderdaad. Ja, het is moeilijk om dat vandaag te doen, want de koers gaat volgens mij vanzelf al heel, heel hectisch worden. Het kan zijn dat het niet veel zin heeft om daar voorop te gaan rijden, dat zelfs niet lukt. Dus ik ga de zaak eerst even bezien. Ik heb hier nog niet gereden in die omstandigheden. Dan ga ik eerst van op een afstand beschouwen. Dank u. Dus Walsleben ging het nog bekijken, maar hij was toch een van de eerste aanvallers van de dag. Dus. Nooit je kaarten op tafel gooien. Wout van Aert voor het eerst toch is zich laten zien. Op de eerste rij van het peloton, terwijl zijn mannen het tempo nog steeds controleren. De kopgroep heeft er weer een onverharde strook op zitten. Dat is het kabeljauwpad. In Zandvliet zitten we. Het peloton draait op. En daar zie je ook goed vanop dat helikopterbeeld dat het aangereden is. Ja, Frank, het is echt allemaal gerepareerd. Ben Simon, de organisatie, heeft er heel veel werk in gestoken. Even voetje uit de klikpedaal, ja. Om die bocht goed te nemen. En het verbrokkelt helemaal. Mannen die daar voor de graskant kiezen. Veldrijders, neem ik aan. Kijk, je hebt natuurlijk hier, daarom kiezen ze de graskant. Omdat je toch het beeld ziet dat het een beetje zandiger is. En dan ga je met je bandjes daarin zakken. En ben je soms beter dat je op het gras rijdt waar je dat niet hebt. Nog altijd Gerrit Ruijts aan kop van het peloton. Al kilometers lang. Terwijl er heel wat mannen de bocht afsnijden. Ja, je kunt ook snelheid houden op het gras. En in de bocht moet je eigenlijk gaan bijna stilstaan om die weg te schuiven. Dus goed bekeken van de bocht af te snijden. Voor welk materiaal hebben die mannen gekozen, denk jij, Frank, met al die kasseien en onverharde stroken? Wel, ik heb eigenlijk nog geen beeld gezien, maar vorig jaar hebben we een paar crossfietsen zien meerijden met crossremmen. Dat hebben we nogal van valpartij. Dat is dus gewoon wegschuiven met voorwiel. Nummer 164. Ja, wegschuiven met voorwiel. Dat is Wouter Mol, de Nederlander. Weggeschoven. Ja. In het losliggende door de auto's. Daar gaat er nog eentje de kant in. Ja. Daar links in uw beeld iemand van Wanty Groep Gobert. Ja, dat had ik een beetje verwacht door het walsen eigenlijk met de bulldozer. Dat het de eerste keren wel goed lag, maar door de derde passage nu alle auto's, alle renners er telkens over, dat het terug los begint te liggen. En dat het een beetje losliggend zand wordt in plaats van mooi aangewalste gravel. Daar links in uw beeld ging er ook iemand uit, maar hij stelde zich goed. Het leek iemand van Crelan Vastgoedservice. En dan heb je nog de wind ook. Ja. Voilà. Alle elementen zijn weer aanwezig om er een spectaculaire koers van te maken. En het is nog altijd 77 kilometer. Dus, het is nog een heel eind. Het is echt nog een heel eind. De lijken gaan er uit de kast vallen. En ineens gaat licht uit. In zo'n wedstrijd moet je ook rekenen als renner. Heb je gewoon geen tijd om te eten. Je moet constant met dat parcours bezig zijn. Je komt van de kasseien op de gravel, op de asfalt. Je moet zien dat je niet op de kant zit, want het is zijwind. Dus wanneer moet je gaan eten? Je vergeet dat. Je hebt geen honger, je vergeet dat. En dan 30 kilometer voor het einde zijn ze dan met in de namer. Hè? Ik neem wel aan dat een man als Frederik Veugelen met al zijn ervaring daar nog wel aan gedacht heeft. Ik denk het wel. Mensen, renners met ervaring gaan er zeker aan denken. Maar jonge renners gaan er nooit aan denken om te eten voordat ze honger krijgen. Want je bent zodanig bezig met die wedstrijd dat je echt er niet aan denkt.
Veugelen voor een goed begrip. De man van Wantigroep Gobert die net even aan de kop rijdt van het zevental dat nog steeds een kleine minuut voorsprong heeft op het peloton. Of althans wat daarvan overschiet. Er wordt opnieuw goed rondgedraaid bij die zeven. Walsleben die nu gaat overnemen. We zijn net onder de A12 autostrade doorgereden. En zometeen komt er weer een kasseistrook aan. De zone Konterscherp, de tweede passage. Een kasseistrook van iets meer dan een kilometer. Hier zijn ze al. Walsleben die de kop neemt. Handjes op het stuur. Eén hand aan de rem nu. Die ziet er toch nog goed uit, Frank, Philippe Walsleben. Hij heeft nog een goede indruk, inderdaad. Ondanks dat hij toch eigenlijk de aanstoker was van de ontsnapping. Dus eigenlijk het meeste van al gedaan heeft van die mannen. Ja, al meer dan 100 kilometer in de aanval. Maar ik denk op die stroken, zelfs met die gravel en die kassei die er telkens aankomen, dat je toch meer op je gemak zit. We krijgen een groep met achtervolgers, zien we hier. Onder impuls van de mannen van Crelan Vastgoedservice en ook Topsport Vlaanderen Balwaze met Tim de Klerk onder andere. Ik zie weinig mannen van Wanty. Dat verwondert mij. Ja. Robin Stenwy. Robin Stenwy, winnaar van vorig jaar. Voorlopig er niet bij. Kenny de Haas. Die zouden toch moeten bijzitten. Ze hebben vooraan wel Frederik Veugelen voor die ploeg. Maar hier moet toch ook iemand bijzitten als ploeg van de winnaar van vorig jaar. Ploeg toch die hier met ambitie aan de start staat, mogen we aannemen. 40 seconden nog tussen de zeven vooraan en die groep met zeg maar de groep van Aert. De Bond in het gootje. Aan de rechtse kant is dat Brian van Goetem. Die is er niet van in het begin bij geweest trouwens bij de kopgroep. Die heeft kilometers lang achtervolgd samen met zijn ploegmaat Wesley Kreder. En is er dan toch bijgekomen bij de kopgroep. Kreder uiteindelijk eruit gevallen met materiaalpech. En de inspanning te veel misschien gegeven. Kijk, in de kopgroep valt dat ook telkens uit elkaar. Hè. Ook gaten die vallen. En dus die mannen rijden elkaar daar steendood hè, vooraan. Dat is niet ronddraaien. Hè. Dat is gewoon overleven. Gaten laten vallen, terug dichtrijden. Dus vooraan draait het ook niet zo. Ja, 40 seconden. Ze blijven toch geven om dat peloton niet te laten bijkomen. Want dan weten ze dat ze weer gaan moeten wringen en kwakken om vooraan te zitten op ieder stuk steen. Dus hoe langer dat ze kunnen voorop blijven, eigenlijk hoe beter. Veugelen die overneemt. En dan de Bond. Altijd maar Gerry eruit. Nu Tim de Klerk in zijn wiel. De grote man van Topsport Vlaanderen Balwaze. Veel ervaring ook. Druits, dat is man van de streek. Ruim genomen wel, want hij is afkomstig van Wilrijk. En dat is ten zuiden van Antwerpen. We zitten nu vandaag volledig ten noorden van de stad. Ja, bij de kopgroep lijkt de verstandhouding toch zoek op dit moment. Ja, de moeite, hè, de moeite, vermoeidheid die begint te tellen. En een gaatje dichtrijden, nog een keer om een duur. Ja, kan ik hier blijven zitten en zo begint het. Hè. Van Goetem, Michael Reis. En Walsleben die daar met zijn, ja, toch altijd een tandje kleiner dan de rest, heb ik het gevoel. En die daar toch met wat overschot zit. Dus die is klaar voor het crossseizoen, dat is duidelijk. Heeft misschien ook minder nodig om die onverharde stroken goed door te komen. Met zijn, Rijdt misschien iets meer ontspannen op zijn fiets. Want je verliest ook veel krachten. Als je als renner over zo'n technisch stuk rijdt. Door in je stuur te gaan nijpen en met je benen te zitten wringen. En niet ontspannen te zitten. Buiten een cyclocrosser die rijdt er met de handjes los op het stuur. Rijdt je door de gravelzones. Dus dat kost allemaal minder kracht. En op het einde wordt de rekening wel gemaakt. De Bond, Veugelen en Kelly van Team Wiggins die het rijtje sluit. De Brit ziet er toch ook nog goed uit.
terwijl de voorsprong gedaald is onder de halve minuut. Onder impuls van de mannen van Crelan Vastgoedservice is er toch een groepje achtervolgers ontstaan. Maar er lijkt toch wel wat volk teruggekeerd als we dit beeld bekijken. Ja. Zo groot was die groep daarnet niet. Tim de Klerk nu. Nog altijd meer dan 70 kilometer hoor. Dus de echte afvallingskoers die moet nog beginnen. Wout van Aert zit in vierde positie. Eigenlijk wel klaar om iets te ondernemen, maar... Het is toch vroeg. Ja, ik denk, maar ik denk dat hij gewoon met Tim Melier een keer moet spreken als hij iets schikt te doen. Dat hij tenslotte zijn ploegmaat mee heeft. En niet alleen iets probeert te doen. Maar, een deel kiest voor het fietspad hier. Ja, maar ja, die andere mannen rijden op dat betonricheltje. Iets wat niet makkelijk is met een fiets. Als je in het wiel zit, alleen op kop rijden zou dat nog lukken. Maar als je in het wiel zit, op dat richeltje blijven is heel moeilijk. Het ziet er makkelijk uit als je die renners bezig ziet, maar het is echt niet makkelijk. Ja, en opschuiven is in deze omstandigheden kassei kiezen. Telkens op ieder vergadering wordt er toch gevraagd om als renners niet het fietspad te kiezen. En toch doen ze het. Als de renners zien dat het wegdek beter is, gaan ze toch het fietspad kiezen. Het is nathans een reglement in de UCI dat ze het fietspad niet mogen gebruiken die gescheiden is van de rijweg. Maar ja, als je renner bent en je ziet dat er beter bolt of op die kasseien, ga je er toch op rijden. Al was het maar om even dat gevoel niet te hebben van te dokken over die kasseien. Nee, want dit is gewoon een reglement die de UCI ingevoerd heeft. Omdat er mensen soms hun huis eraan palen en het fietspad oversteken om naar de renners te kijken. En als je dan als renner daarna afkomt aan 50 of 45 per uur en die mensen komen juist naar de koers kijken en rijden hem omver. Daarom is dat reglement eigenlijk ingevoerd. Kijk, die huis die er staan, als die mensen naar de koers willen komen kijken en jij bent er op dat fietspad aan het fietsen aan 45 per uur, is dat levensgevaarlijk natuurlijk. Zo zijn er in het verleden al wel eens ongelukken gebeurd, ook jammer genoeg. Daarom hebben ze eigenlijk een reglement gemaakt om dat niet meer te doen. Toch een opnieuw grotere groep nu. Op iets meer dan 20 seconden van de leiders, de zeven leiders die nog altijd... voor het peloton uitrijden. Ik dacht dat daar in vierde positie ook Timothy Dupont klaar zat voor Verandas Willems. We krijgen nu nog een keer bevoorrading. Valsleben met de Tsjech van CCC, Jozef Černý. Voormalig Tsjechisch kampioen tijdrijden. Ja, binnen een paar kilometer zijn ze terug aan het kritische punt. Dit is Berendrecht. Ja. Opnieuw kasseistrook. En de aanval van de Bond. De reactie van Reis, Michael Reis en Vögele die ook mee wil. Valsleben. Ja, als ze dat beginnen doen in de kopgroep is de verstandhouding echt wel weg. Als ze beginnen demareren. Dries de Bond opnieuw een beetje aan het hoekeren met zijn krachten. Misschien vorige week ook aan het werk gezien in de grote prijs Jeff Scheres. En ook toen was het aanval na aanval van Dries de Bond. Oké, dan ben je in goede doen, maar wat levert het op, is de vraag. Ja, maar je gaat wel een stuk beter worden als renner ten eerste. En ten tweede, iedereen ziet dat wel. Hè? Dat je echt een aanvaller bent, een goede renner bent. Dat winnen, dat komt wel. Hij is nog jong. Van Avermaat was ook altijd aan het hoekeren met zijn krachten in het begin dat hij prof was. En het komt er toch de lange laatste wel uit natuurlijk. Hè? Als je dan wat slimmer wordt, kan je beter je koers indelen, inschatten. En dan kan je beter op de goede moment... uitpakken natuurlijk. Hè. Laat de jongen maar doen. Ik vind dat echt wel mooi, zo'n jonge renner die altijd aanvalt. Komt hij op het einde wat te kort, oké, maar iedereen heeft hem wel gezien. Maar hij heeft ook al bewezen dat hij het kan afmaken. Hè. Zoals in Halle in Gooichem tegen Jens Keukeleire. Of het Belgisch kampioen elite zonder contract in Stabroek. Het is ook een straf verhaal, Dries de Bond. Een aantal jaren geleden een ongeval gehad op training in Frankrijk.
En dan in een coma beland. Uiteindelijk daar wel uit ontwaakt, maar helemaal opnieuw van nul moeten beginnen. Dat was in de ronde van de Vendée dat hij gevallen is. En ja, van nul moeten beginnen. En nu terug op niveau, dat mogen we toch wel zeggen, met een bijzonder succesvol seizoen. Ja, dat is echt wel, daar moet je echt wat karakter voor hebben. Hè. Om terug te keren, dan moet je toch wel zeker zijn van je talent. Dat je weet dat je het kon, dat het terug moet komen door lange trainingen en alles voor te blijven doen. Te blijven in geloven, in eerste instantie, er blijven in geloven. Niet afgeven. Want op dit niveau waar we nu naar kijken, zijn 85% allemaal goede renners. Dus je moet wel echt wel in topvorm zijn om daarvan weg te rijden. En zeker op dit parcours. 25 seconden, het schommelt zo toch rond de halve minuut nog steeds. Opnieuw Kasseier vooraan met Michael Reis aan de leiding. De man van Stelting Service Group. We zitten op het Booswegske. Ja, belangrijke passage. Beginnen we nu rijden ze in omgekeerde richting Booswegske en dan de Torensweg. Nee, Booswegske. Nee, Torensweg is straks. Ja, Torensweg komt hierna. Een stukje onverhard. En dan zijn ze weer weg voor anderhalve kilometer. Brian van Goetem en Frederik Veukelen nemen over. Door het stof van de cameramotor. Ik moet zeggen, Walsleben heeft mij toch ook wel een goede indruk. Ja. Hij zit er nu van achter altijd een tandje kleiner te rijden. De Bond ook, maar Walsleben die is ook goed. Die twee hebben we daar straks al gehoord, Filip Walsleben en Dries de Bond. Maar de grote naam hier vandaag aan de start is toch Wout van Aert. Belgisch kampioen en wereldkampioen veldrijden. En ook al meer dan zichzelf bewezen op de weg dit seizoen. We gaan eens luisteren naar wat Wout van Aert vanmorgen hier op de Bredabaan te vertellen had tegen Phil van den Bossen. Wout van Aert, je kan er niet onderuit. Jij bent hier de topfavoriet. Ah, ik weet niet. Ik denk dat ik wel bij de sterke renners moet horen. En dat hoop ik zelf ook. Maar het is een koers met kleine ploegen. Ook niet de grootste teams aan de start. Dus het zal een onvoorspelbaar verloop zijn. En vooral proberen om niet in de verdrukking te komen. Je bent donderdag het parcours gaan verkennen. Heel veel stof toen, hè? Ja, vorig jaar had het een beetje geregend. En toen was eigenlijk het redelijk technisch. Nu met stof zal het lastig zijn. En er zijn nog iets meer stroken dat erbij gekomen zijn. Dus ik verwacht nog wel een moeilijkere koers als vorig jaar. Heb je onderweg een plekje uitgekozen waar je eventueel wil gaan wegrijden? Ja, ik denk dat er vooral de opeenvolging de zwaarte zal veroorzaken van de koers. Dus het is moeilijk om op voorhand te zeggen welk dat plek gaat zijn om de juiste aanval te doen. Maar ik denk de opeenvolging van stroken en het constant draaien en keren, dat zal de koers zwaar maken en dan gaan er automatisch verschillen komen. Jouw grootste concurrenten, zijn dat de veldrijders of de wegrenners? Dat weet ik niet. Het is eigenlijk al een tijdje geleden dat ik echt tegen de veldrijders gekoerst heb. Dus misschien is dat wel leuk om in al op naar het seizoen nog eens met die mannen te meten. Maar de wegrenners komen hier ook voor te winnen. Dus vandaag is het gewoon nog een wegkoers en het zal niet echt een onderlinge strijd zijn. Het zal gewoon aard tegen aard zijn. Er komen ook wat wolken aan. Wat als het hier gaat regenen? Ja, dat kan wel veel veranderen, maar ik denk zolang als de regen beperkt blijft, als het een beetje is, ga gewoon misschien het stof blussen en zal het wel meevallen. Maar als echt de hemelsluizen open gaan, dan kan dat ineens een heel andere koers zijn. De Kasseier is glad en onverharde wegen een beetje zompig misschien. Dus ja, dat zal afwachten worden. Tot slot kijk je naar uit om terug in je regenboogtrui te gaan rijden. Ja, zeker en vast. Heel de zomer heeft hij toch tijdens de koers in de kast moeten blijven. En we mochten er dan misschien maar een jaar mee rijden. Dus ik heb hem zoveel mogelijk aangedaan op training. En ik hoop dat ik er nu nog echt van kan genieten de komende maanden. Dat ik hem elke week mag aandoen. Hey, Wout van Aert, heel erg bedankt. Succes. Graag gedaan. We kijken er naar uit om Wout van Aert opnieuw in die regenboogtrui in het veld bezig te zien. Maar vandaag de ideale overgang misschien ook voor Wout van Aert. Hè? De weg en de onverharde stroken gecombineerd.
in een wedstrijd van bijna 200 kilometer om nog eens echt alles te geven net voor het seizoen begint. Want het is zijn laatste koers voor het crossseizoen opnieuw begint. Ja, het is natuurlijk... Ik vind het spijtig dat hij Walsleben niet terug. Want die rijdt wel echt goed. Ja, ik vind het spijtig dat hij echt niet meer op de weg gereden heeft na die tijdrit die daar Tony Martin even op een paar, ik weet niet hoeveel seconden gezet heeft. In de Ronde van België. Ja. Ronde van België, ja. Dat was toch een topprestatie. En Tony Martin die toen klaar stond om naar de Tour te vertrekken. Dus hij was echt wel een goede doen, Tony Martin. Specialist tijdrijder op de weg. En Wout van Aert kwam even hem kloppen hier zonder te veel boe of ba. Dat vind ik nog de prestatie eigenlijk van Wout van Aert. En ik zou het heel mooi vinden dat hij echt zich moest toeleggen een keer een jaar op de weg. Natuurlijk, ze betalen hem veel geld als wereldkampioen in het veld. Ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik denk als wegrenner... Ik kijk natuurlijk een beetje naar Stibar, wat Stibar bereikt heeft op de weg. En daar spiegelt zich hem een beetje aan. En ik denk dat hij ook wel een beetje schrik heeft dat hij niet de grote man zal worden zoals in het veldrijden wel zal worden op de weg. Maar ik denk dat hij toch een hele mooie toekomst heeft op de weg. Er worden daar een aantal mannen terug van de kopgroep opgeraapt. En Dries de Bont. Is het Dries de Bont zelf? Ja. Die probeert het opnieuw. En is dat Van Aert in zijn wiel? Het lijkt me wel aan de stijl te zien. Ja, hij moet eigenlijk... Dries de Bont, de manier, de tactiek dat hij toepast is eigenlijk wel goed. Als hij Van Aert kan meekrijgen, hij voert de forsing, Van Aert is mee, dan wordt er van achter niet meer gereden. Is hij mee, is hij weg. Hij moet natuurlijk de goede mannen mee hebben en dat was er net niet het geval. Hij had eigenlijk de verkeerde mannen mee en daarom zijn die mannen van Krelan en Topsoort Vlaanderen beginnen rijden achter hem. 65 kilometer nog, we zitten in Stabroek. Van Aert als eerste door die bocht. De Bont, is dat Timothy Dupont daar in derde positie? Lijkt me wel. Hier zou wel eens een belangrijk moment kunnen volgen, Oorwoud van Aert. Door de school rijden we nu. Ja. Hoe heet die school weer, Frank? Het Pito Instituut. Pito Instituut ja. In Stabroek. Ja, die mensen, en daar is het kermis ook. Ja, die mensen hebben daar heel veel gedaan om die koers door die school te hebben. Van alles nadas gezet, dat het mooi overzichtelijk was voor de renners zelf. Tenten gezet, hebben heel veel gedaan voor die wielerwedstrijd door die school te laten verlopen. En direct aansluitend een stuk offroad. Onverhard. Met de Bont weer. En Veugelen die op zijn tanden moet bijten. Om naar dat wiel van de Bont te Dus kijk, dan die mannen zitten bijten, jong, daar voor in zijn wiel te zitten. Echt wel goed hoor, Dries de Bont. Dik in orde. Wat doet Van Aert? Van Aert heeft zich iets laten uitzakken nu. Nou, ik denk dat hij nog niet te veel in zijn kaarten laat kijken. Ik heb hem er net op kop zien rijden, kwam de bocht uit, keek al direct achterom en hij hield al een beetje in. Hij wil nog niet te veel in de kaarten laten kijken. Misschien nog iets te vroeg, ja. En ook niet gezegd tegen de journalist voor de start waar hij ging demareren, wat natuurlijk... Als je zoiets vraagt, dan een renner zich nooit zal prijsgeven, nooit zal blootgeven. Je weet natuurlijk nooit, Frank. Ja, dat is juist. Ja, ja. Er zijn er ooit wel geweest die het gezegd van hebben. Den Broeken, Van den Broeken heeft het ooit gezegd op de La Redoute, zegt hij, ben ik weg. Voilà. Maar dat waren misschien wel andere tijden en die liggen lang achter ons. In 99 was dat. Maar goed, Wout van Aert, nu toch weer wel daar rechts... Je haalde het al aan, de winst van Van Aert in de Ronde van België in de tijdrit tegen Tony Martin. Maar ook, niet zo heel lang geleden, tweede in dwars door het Hageland. Een nieuwe koers vanaf dit seizoen. Ook over onverharde stroken. Nicky Terpstra won daar trouwens op de Citadel van Diest. Dus Wout van Aert echt wel in vorm. Uitstekend wegseizoen achter de rug. En meer dan klaar om... opnieuw het seizoen te domineren bij de cross, zo lijkt het wel. Want ja, Mathieu van der Poel, dubbele knieoperatie achter de rug. Het zal nog een tijdje duren voor hij in actie komt. Ja, dat is ook wel een klasbak natuurlijk. Maar ja, zoals je zegt, twee keer geopereerd. De moraal had een beetje weg. Wout van Aert die altijd maar aan het groeien is. Voor Mathieu van der Poel is dat ook psychologisch zwaar. Hè? Hij weet dat hij een even knie is eigenlijk van Wout van Aert. In het veld toch, althans.
Op de weg ook, want Mathieu van der Poel heeft ook ritten gewonnen in de Ronde van België in Ginter en het meer van Audeur, Lac d'Audeur. Een paar jaren terug. Dan kan je ook wel iets tegen alle goede wegrenners. Dus ja, Mathieu van der Poel zal het ook wel psychologisch moeilijk hebben met zijn operaties. Terwijl daar met het nummer 204 over de Boterse weg Juri Stallaert de kop van het peloton aanvoert. De man van Sibel. Vorig jaar was die Belgisch kampioen bij de elite zonder contract. Juri Stallaert. Snelle man ook aan de meet. Veukelen die toch nog steeds de voorposten van het peloton bemand. Kleine gaten bij die passage over de Boterse weg. Ja, dat is soms een vals beeld dat er zo wat fietslengtes tussen zitten. Dat eigenlijk meer is om te kijken waar je rijdt met je fiets. Als je te kort in het wiel zit en die voor u ontwijkt een putje, zit jij er wel in. Dus het geeft soms een beeld, hij lost, maar dat is niet altijd zo. Het is gewoon om een overzicht te behouden. 191, Baptiste Plankaert zien we daar ook in zesde positie. Dat is de man die volgend seizoen en het seizoen daarna in principe ook voor Katyusha zal rijden. Ja. Aan een uitstekend seizoen bezig, Baptiste Plankaert. Leider in de Europe Tour. Het klassement waartoe deze schaal zelfs ook behoort. Ja, dat zijn al maar 30 man nu meer in plaats van 60. Geen materiaalwagens erachter, dus dat wil zeggen dat er weer een half peloton af is. En Baptiste Plankaert, die hebben we vanmorgen ook aan de start even kunnen spreken. Phil van den Bossen sprak met Baptiste Plankaert. Baptiste Plankaert, jij bent in de gehele lijn wel de man om in de gaten te houden vandaag. Ja, ik denk dat we voor het algemeen sowieso een goede ploeg hebben. We zijn maar vier, maar ik denk dat we alle vier wel een dikke uitslag kunnen rijden. Dus sowieso, we zijn niet de ploeg voor het controleren. Maar ik denk niet dat dat nodig is, deze wedstrijd ook. Jij bent bezig aan een fantastisch seizoen. Ja, het is mijn beste seizoen tot nu toe. Dus, het seizoen is nog niet ten einde. Normaal gezien is september en oktober mijn beste maand. Dus ik hoop dat er nog veel volgt. En terwijl hij aan het woord was, probeerde hij er ook van door te gaan. En Wout van Aert in zijn wiel meteen attent mee. De Klerk, Tim de Klerk, probeert daar ook de aansluiting te maken met de rest. Dat was even een snok van Baptiste Plankaert. Handjes op het stuur, op de rug van de kasseien, zoals het hoort. Dat zeggen specialisten toch, dat dat de manier is om over de kasseien te rijden. Handjes op het stuur, op de rug. Ja, en in feite mag je niet nijpen in dit stuur. Moet het stuur losjes in je handen zitten. Maar ja, dat is rapper gezegd of gedaan. Als je zo wat putten en dingen hebt, dan ga je toch harder nijpen, stuur dicht nijpen. Dan heb je blaren op je handen na een tijdje. Krijgen we nu wel een schifting? Er zijn een aantal pogingen geweest van een aantal renners. Ja, dat is wel een serieus nummertje van Van Aert. Kijk, Tom. Van Ties Plankaert. Die rijdt nu op koppen, die rijdt ze gewoon af. Hè? Ja. Die rijdt ze gewoon af. Die heeft nooit gedemarreerd, gewoon tempo gemaakt. Van Aert mee. Zoals verwacht. Kijk, dat is een goede move. Baptiste Plankaert die op kop rijdt, maken dat er goede mannen met hem mee zijn. Dan is hij bijna zeker dat de ontsnapping doorgaat. Dat er van achter niets meer terugkomt. Hij moet Van Aert toch even aan de bak. Hè? Er zijn nog een man of 15. Twee, vier, zes, acht, tien. Misschien nog één meer. Nog 60 kilometer, is dit dan een bepalende schifting? Ik denk het dat het wel de vermoeidheidsschifting is. Dat gewoon is van moeite niet beter kunnen, want de manier waarop Baptiste Plankaert op kop rijdt, was eigenlijk getelefoneerd. Dat was gewoon versnellen, versnellen, versnellen. En iedereen wist, ja, nu moet ik wel in het wiel blijven. Wout van Aert zit van voor, Baptiste Plankaert zit van voor. Als je dan lost, ja, dan ben je overboord. Dat is teken dat je gewoon moe bent, dat je kapot bent. Ze zijn met 10. Timothy Dupont lijkt me dat. Ze moeten natuurlijk wel rondrijden. Hè? Ja, ze Veukelen blijven. Opnieuw ook mee. De rest van Wanty Groep Gobert
blijft verrassend afwezig eigenlijk vandaag. Alleen nog maar Veukelen in de aanval gezien. Van Aert die eens kijkt en opnieuw Plankaert. Ja, Wadde. Heeft nog niet genoeg. Kijk, die ballen vallen stil. Zo raak je natuurlijk nooit weg. Het is natuurlijk ook nog 60 kilometer. Dit zijn de achtervolgers. Wie rijdt er hier dan weg? Een ploegmaat van Plankaert in elk geval. Dat moet je niet doen natuurlijk. Als u een is Plankaert. Als u een beste man op kop zit, moet er niet naartoe rijden. Met het risico dat je iemand meepakt die gevaarlijk is. Die geeft toch een uitstekende indruk. Rijdt ook nog vrij klein. Had alweer een klein gaatje, maar houdt dan toch bewust in. Tien renners. Tim de Klerk die overneemt. Nog iemand van Topsport Vlaanderen Balwaze, dat lijkt mij Stijn Steels. Maar het stoffige gezicht maakt het ook al een beetje moeilijk om die mannen te herkennen. Van Aert, Dupont, Veukelen. Timothy Dupont, onder andere nokere koersen gewonnen. Dit seizoen volledig doorgebroken ook. Maar nu toch zijn we de bond toch kwijt. Ja. Zo'n goede indruk, Walsleven ook. Nou, Veugelen is eigenlijk de enige die mee is, die van begin ook mee was. Hè. Dat is de enige die er nog bij zit. Kijk, het is toch direct een gat. Hè. Het is toch een teken dat er vermoeidheid is. Hè. Een enkeling die nog probeert daar naartoe te rijden. Het is die man van Wallonie-Bruxelles. Ja, de ploegmaat van Baptiste Plankaert die we daarnet ook al aan het werk zagen. Maar dit is bijten. Nou, dat is... Zegt Caro van Nieuwkerken dat een chasse-patat aan het worden, denk ik. Dat is eigenlijk een woord dat hij uitgevonden heeft. Gaat die man erbij komen met het nummer 195? Hij heeft ze wel in zicht, hè. Is dat Ludwig de Winter? Ja, inderdaad. Het is nog ver, hoor, om op die manier nog de aansluiting te maken. Ja, hij rijdt hier niet een tikkeltje te groot ook? Ja, maar het is van die beter kunnen, denk ik. Je kunt het niet meer verkleinen. Het is ook waarschijnlijk al een beetje eind van de wedstrijd. Die hebben al stukken achter de kiezen natuurlijk. En dat ze echt al op kracht moeten beginnen rijden en die souplesse een beetje moeten vergeten. Dupont. Timothy Dupont aan de leiding. Vorige week zondag had die auto pech, Frank. En miste hij de start van de grote prijs, Chef Scheres. Nog wel aangezet, maar te laat verschenen aan de start. En dan is hij na de eerste plaatselijke ronde uit koers genomen. De samenstelling van de kopgroep. Op kop ziet u Timothy Dupont en dan Wout van Aert. En verder Xandro Murisse, Tim de Klerk, Stijn Steels, Brian van Goetem, Taco van der Hoorn, Koen Vermeldvoort, Baptiste Plankaert en Juri Stallaert. Hier rijden ze weer het erf Kostermans op. Met door het erf, ja. Door de boerderij van boer Kostermans. Ja, inderdaad. De koeienstallen voorbij en dan onverhard op. En worden deze 10 nog ingehaald door Ludwig de Winter? Het lijkt erop van niet. Het zal heel moeilijk worden. Saspatat, zoals ik daarnet zei. Het kan natuurlijk altijd. Maar als ze natuurlijk de verstandhouding een beetje deftig blijft... Met de camera heeft hij wel een vals beeld. Je denkt dat hij maar 50 meter achter is, maar het is wel 300 meter. En die zijwind? Dat is die of zijwind. Van links vooraan? Ja, dat is... Moeilijk in te schatten vanuit deze positie. Maar in elk geval, vanuit de linkerkant komt die wind nu wat beschermd door het maïsveld. Ludwig de Winter, haalt hij het of haalt hij het niet? We vrezen er een beetje voor, maar je weet nooit natuurlijk. Ja, op zo'n moment moet je er kunnen naartoe rijden op een tijd van 2-3 kilometer. Je kan daar geen 10 kilometer alleen liggen tussen. En hij kijkt achterom, die lichaamstaal verraadt ook dat het allemaal wat veel aan het worden is. Bocht naar links, komt hij goed door wel. Maar ze komen toch geen meter dichter. Zo lijkt het althans vanuit dit beeld. En nu nog wind op kop, want ze zijn 90 graden naar links gedraaid. En het houdt niet op, hè, want als ze hier afkomen, hebben ze terug een stukje verder de Torentse weg.
voor de vijfde keer rijden ze die torentse weg over, die hele slechte kasseien. Dus het zal heel moeilijk zijn om nog terug te komen. We hebben trouwens twee duo's vooraan. Tim de Klerk en Stijn Steels voor Topsport Vlaanderen-Baloise. En de Nederlanders Van der Hoorn en Vermeldvoort voor CT De Rijke. Cyclingteam De Rijke, Nederlandse ploeg. En het koppel van Topsport Vlaanderen-Baloise dat het initiatief neemt. De Klerk behoedzaam door die bocht. Ja, dat is echt wel een verschrikkelijk stuk hier. Daar nog een versmalling. We zitten echt wel in de polders. Hè? Knap beeld vanuit de helikopter. Knap. Stijn Steels nu. De benen, de armen, het gezicht. Volledig onder het stof intussen. Daar kun je toch van genieten van zo'n wedstrijd. Dat is toch echt prachtig om naar te kijken. Gelijk wie dat er nu naar televisie kijkt, die vindt dat toch tof. Die vindt dat toch wijs. Ja, ik heb 15 jaar prof geweest. Ik heb nooit zo'n wedstrijden mogen rijden. Had je zoiets graag gereden, oh, Frank? Ja? Verschrikkelijk. Dat zou ik echt dringen om te mogen meedoen. Ja, gaat toch dichter komen, precies. Ja. Rijd toch, ik vind het maar goed. Ondanks zijn grote verzet, ik zeg, je gaat dat niet volhouden. En ondanks de indruk die hij ons gaf, kijk, dat lijkt het gat toch kleiner te worden, ja. Ja. Het stof van de Antwerpse polder. Spectaculair is het allemaal, zeker wel. En in tegenstelling tot vorig jaar is het op dit moment in deze koers allemaal uitstekend aan het verlopen. Vorig jaar hadden we er al een neutralisatie op zitten. Terwijl hier aan de aankomst, u hoort het ongetwijfeld thuis ook, iemand aan een optreden begonnen is. André Hazes bij zich. Moet eens kijken, jongen, verzet. Jongens, onwaarschijnlijk toch groot, Ludwig de Winter. Hij gaat nog vooruit ook, hè? Ja. Zal hij er dan toch bij komen bij die kopgroep van 10? Ah, ik gun het hem eigenlijk wel. Want hij kopje gaat wel naar beneden. Hij lijkt telkens weer dood te zitten, maar toch. Ferm nummerken aan doen, toch. Kijk wat verzet dat hij rijdt op dat onverhard. Dat is 14. 2:53:14. We gaan er wel vooruit, zijn. Als je het kan blijven ronddraaien. Ja, inderdaad. En hier lijkt een beetje de rust weergekeerd. We komen natuurlijk van die strook. Iedereen alles checken of alles nog goed zit. Is drinken. Van Aert, de Klerk. Dupont die opschuift. Ik denk dat nu maar het achtervolgend groepje van dat stuk slecht komt. Dus die zijn al een heel stuk. Nee, die gaat er. Kijk, het is toch verse. Die gaat er moeilijk bij komen. Op die asfalt is het moeilijkst van alle. Als ze daar beginnen ronddraaien met 10 man. Zou er bij Verandas Willems een van de ploegleiders, Gauthier de Winter, aan Timothy Dupont nu zeggen van: kijk uit, Timothy, probeer het tempo daar wat te drukken, want mijn zoon Ludwig de Winter is op komst. Ja, wat. Maar dat lijkt me wel sterk dat dat zou gebeuren. Ik weet niet, maar ik denk, mogen zij mijn oortjes rijden niet vandaag? Ja. Ze mogen mijn oortjes rijden. Wat kan dat wel dat gezegd worden? Ik denk dat ze nu in alle wedstrijden mijn oortjes mogen rijden. Hè? Ook, ja, ik weet het niet 100% zeker. Tim de Klerk, een nieuwe kasseistrook bij het uitrijden van het centrum van Stabroek. Het is terug de Torentse weg, denk ik. Inderdaad, de Torentse weg. Een van de bekendste stroken. Ja, voor de vijfde keer. Vijfde passage, iets langer dan een kilometer. Ze moeten er nog één keer over. Met daarop volgend het Booswegsken. Dat onverhard stuk in dat bos. 26 en 166. Dat zijn twee Nederlanders. Dat waren Brian van Goetem. En nummer 166 is Koen Vermeldvoort. Van Goetem naar de kop. Vermeldvoort in zijn wiel. Met de haven van Antwerpen op de achtergrond. Ja, mooi zicht.
en de koeltorens van de kerncentrale van Doel. Ja, die kunnen van ver zien staan, hè. De Klerk ook vrij groot, maar ja, op Kassei is dat wel aangewezen om een tandje groter te rijden dan je eigenlijk Doet. Ja, dan gaat de fiets onder u balanceren. Kan je een beetje met uw kracht van uw pedaal stoten, uw eigen zitvlak van het zadel heffen eigenlijk. En op die manier uw fiets onder u laten bewegen en vlotter over de kassei rijden. Het enige probleem is, je verliest daar veel krachten door. Doordat je hem echt moet duwen dan. Maar het scheelt wel veel dat je gemakkelijker je fiets over die kassei rijdt dan je hem met een klein verzetje erover rijdt. Reed jij graag Parijs-Roubaix, Frank? Ik heb hem 13 keer gedaan. Beste uitslag, 8e? Of... Zesde. Ja. En wie won er toen? Henny Kuiper. Ja. En Adrie van der Poel was 4e of 5e, denk ik. En al de rest, de andere jaren, was het altijd Carrefour de Larbre, het kritische punt. Dus als we hier de Torentse weg hebben... De doodsteek voor mij. Ik zat in de kopgroep en daar werd ik meestal gelost of net niet ermee over. En dan ben je natuurlijk niet in het 10e. Maar altijd uitgereden. Geen ene keer opgegeven. Vond het ook zo een mooie wedstrijd. Maar toen reden echt alle renners mee. Bernard Hinault, die 5 keer de Tour won, reed toen ook Parijs-Roubaix. Iets wat nu ondenkbaar is, dat Chris Froome nog aan de start zou komen van Parijs-Roubaix. Wiggins heeft het wel gedaan, terwijl daar Timothy Dupont die bocht afsnijdt. We zitten op de Torentse weg opnieuw, denk ik. Ja, dus die Haakse bocht terug, Torentse weg nog altijd. De winter is dat... Nee, we zitten terug vooraan nu bij Timothy Dupont. Mij leek het daar even dat de winter de aansluiting ging maken, maar klopt niet. We zitten op de Opstalpolder, dat is de strook na de Torentse weg. Ook de vijfde passage, dit is wel... Een kortere passage, maar door die Haakse bocht wordt het wel verraderlijk. Dit is de winter. Ja. Ja, hij gaat erbij komen, hè? Hij gaat het toch klaarspelen. Ja, jongens, dit zijn serieuze nummers. Hè. Het is te hopen dat Baptiste Plankaert nog iets heeft aan hem als ploegmaat. Lijkt me wel. Want ik denk dat hij nu wel een jasje uitgedaan heeft. Een cartouche verschoten. Ja, een grote. Ja, dat zal... nu mist... En dan de... Hij mist hem nog, zeg. En nog een kans. De voorraad. Ja, mist... nu heeft hij hem. Voilà, en hij is erbij. Ja, mooi. Heel mooi. Baptiste kijkt eens achterom en zijn ploegmaat is er. Ja, dat gaat even wachten en bijbrengen. De laatste stukjes hebben al deugd doen. Hier nog eens de misser. Ja. Gelukkig stond er nog iemand van de ploeg iets verderop. Om toch die bidon aan te geven. De mannen van het cyclingteam De Rijke nemen het voortouw nu. Twee Nederlanders, Koen Vermeldvoort en Taco van der Hoorn. Dat zijn misschien wel de twee grote onbekenden natuurlijk in deze kopgroep. En uiteindelijk de enige veldrijder die we er nu bij hebben is Wout van Aert. Ja, de rest heb ik nog niet horen vernoemen. En zien we niet ook. Nee, Walsleben lang meegegaan in die eerste vlucht. Een van de eerste aanvallers van de dag. Maar voor de rest, Wout van Aert geeft me daar toch ook weer een goede indruk, hoor. Van de ene kant van de weg naar de andere nu. Wel, ik weet het eigenlijk niet. Het is een beetje met... Ja, ik zit te kijken als analist. En toch zie ik niet dat Wout van Aert in goede doen is of in mindere doen. Hij gooit zijn kaarten nog niet op tafel. Ik heb nog geen beelden gezien waar ik zeg... Ja, Wout van Aert, jij zit er wel met overschot mee te rijden. Geen enkel beeld heb ik al kunnen analyseren. Hij was natuurlijk wel attent mee met Plankaert. Ja. Een aantal kilometer maar gereden. Maar hij pakt hem ook niet direct over. Dus als hij echt goed is, gaat hij direct... Ja, we zijn weg, kom aan, we gaan er een beuk in geven, we zijn weg. Dan komen die anderen niet meer terug. Nee, hij bleef gewoon in het wiel. Is dat van niet beter kunnen? Of is dat gewild? Het is nog te vroeg, ik weet het niet. Ik zeg, ik kan het niet zien. Ik kan het niet zien op het beeld of dat hij echt een goede doen is of een mindere doen. Nog altijd meer dan 50, net meer dan 50 kilometer natuurlijk. De volle finale moet er nog aankomen. Ja, natuurlijk. Het kan goed zijn dat hij er ineens uitpakt met een demarrage dat hij ineens een minuut weg is. Hè. Tim de Klerk doet dat toch ook uitstekend, hoor. Lijkt Baptiste Plankaert, heeft me daarnet
een hele goede indruk gegeven. Hij is nu een tijdje afwezig geweest, omdat zijn ploegmaat op komst was. Maar daar weet ik al van, die man is goed. Maar dat kan ik niet zeggen van Wout van Aert op dit moment. Het boos wegske opnieuw. Dat is intussen passage nummer 5 ook over die strook. Dat is eerst Overhard en dan Kasseistrook. Maar die ligt al achter ons intussen. Excuseer. Ja, we zijn al voorbij. Ja. We rijden Berendrecht uit op dit moment. Richting Reigersbos. Daar zijn we ook al gepasseerd. Als we met deze 11 intussen, want Ludwig de Winter is erbij gekomen. Als we daarmee naar de streep gaan, Frank, wie zie jij dan er als snelste uitkomen? Dupont heeft een sprint. Ja, maar dan gaan ze nooit met 11 naar de streep rijden. Ik heb die finale verkend. Het is niet dezelfde finale van vorig jaar. Dus er liggen nog zoveel off-road stukken tot op een klein aantal kilometers voor de streep dat ze zeker met geen 10 man naar de streep gaan gaan. En ook hoe fris zitten die sprinters nog. Als er een rapper sprinter bij zit, hoe fris zit hij nog? Wind vol in het nadeel op deze passage. 195, dat is Ludwig de Winter die toch nog aan het uitpuffen is. Hoor. Ja, ja, die is even zijn hoofd hangt tussen zijn schouders. Maar, dat is alleen maar logisch. Je ziet zijn hoofd tussen zijn schouders hangen. Dat is wat die Plankaart die even komt polsen geweest. Alles goed, joh. Vuisje. Goed gereden, man. Rij straks maar sterk, een beetje maat. Die Patrice Plankaart rijdt echt goed, zo. Ja. Rijdt echt goed. Kijk, een klein verzetje en al op het asfalt. Van Aert laat zich ook even uitzakken om wat te drinken. Maar ik denk dat Van Aert ook al door heeft. Patrice Plankaart goed is. En ook snel is in de sprint. Dit is de Dorpstraat richting Zandvliet. Ja, Baptiste Plankaert die heeft al heel wat knappe dingen laten zien dit seizoen. Onder andere de ronde van Normandië gewonnen. Romandie, dat is natuurlijk wel wat anders. Nee, de ronde van Normandië. In het noorden van Frankrijk, winnaar van het eindklassement, 1 etappe gewonnen. Ook La Poly Normande heeft hij gewonnen in dagswedstrijd, ook in die streek. Dus erg goed bezig, Baptiste. En dat is gebleken. Dat heeft hij kunnen verzilveren met een contract voor 2 seizoenen bij Katusha. Katusha, dat vanaf volgend seizoen Katusha Alpecin zal heten. De co-sponsor van de ene ploeg naar de andere. Van Giant Alpecin naar Katusha Alpecin. Zoals Specialized naar Bora had met Sagan. En Bora Argon fietsen bij Astana gaan rijden. Dus dat is ook een wissel. Nou ja. Een vertraagde weergave hier van het bochtenwerk. Dupont die er breed uit gaat. Stallaert die iets moest corrigeren. En daar achteraan Wout van Aert. Een beetje op de limiet allemaal, maar ze komen er goed door. Ze weten dat bochtenwerk toch uitstekend in te schatten in de meeste gevallen. Ja, ze zijn er ook al een paar keer gepasseerd natuurlijk. Voilà. Ze weten al wat er komt na de bocht. Dus ik denk dat dat geen probleem meer is in die fase van de wedstrijd. Juist op die onverharde stukken natuurlijk met die bochten zijn ze inderdaad ook veel gepasseerd. Maar dat verandert iedere ronde opnieuw door de sporen en het losliggend zand die erbij komt. Onderneemt Timothy Dupont daar iets? Het lijkt erop. Ja, inderdaad. Ook met een grote versnelling probeert hij een gat te maken. Tim de Klerk leek niet meteen te reageren. Die zat vooraan bij die kopgroep. Timothy Dupont, de man uit Bredene. Het
natuurlijk, Wout van Aert zit er alleen, denk ik. Hè? Die zit alleen in de kopgroep. Hè? Ja, er zijn maar twee duo's. Ja, dus die gaan natuurlijk dat gat niet de koers gaan controleren, als je weet. Nee, en het lijkt me... Als je weet dat die anderen met mijn ploegmaat zitten. Hè? Vertraagde weergave opnieuw van iemand van Endpost, die een... Ja. Even van tweede slipper ook maakt en dan ook nog eens door leek te trappen. Ja, dus proberen op de moeilijke passage. Op dat randje te blijven. Hè. We zitten uiteraard met drie duo's nu de winter is komen aansluiten. Ja, als je natuurlijk dan Wout van Aert zit en je zit er alleen, is dat wel moeilijk om het initiatief te nemen om als er iemand ontsnapt er naartoe te rijden. Hè. Als je weet dat je drie koppels bij u hebt die eigenlijk tegen u gaan rijden. Zou dat Nicolas Verrijken kunnen zijn, de man van Endpost Chain Reaction? Lijkt me van wel, ja. Ja, het is Verrijken, bevestiging van de koersradio. Maar dat is natuurlijk wel op bijna anderhalve minuut van de groep van 11 koplopers. Verrijken, de man die vorige week in de grote prijs Chef-Scheres ook mee in de aanval was. Ja, die rijdt onder andere Dries de Bond, geloof ik. Die rijdt wel heel sterk ook op het moment. En hier een technisch probleem voor het nummer 26, Brian van Goetem, bij de koplopers. De wagen van Shimano, de neutrale wagen die daar assistentie heeft verleend. En van Goetem toelaat om terug aan te sluiten. De winter die hangt daar nog steeds achteraan, moet toch nog even bekomen, ongetwijfeld. En dat is maar logisch ook, na zo'n inspanning. Anderhalve minuut hebben ze. Dat zal moeilijk worden voor... Zit de winnaar bij de elf, Frank? Volgens mij wel. En zouden we nu al durven pronosticeren van de winnaar? Nee? Ik niet, jij misschien wel. Ik gok op Baptiste Plankaert. Dat is wel, misschien wel een logische gok. We gaan naar een belangrijke passage zo meteen op 45 kilometer met Kassei Onverhard, een opeenvolging. En dan de grasstrook langs de Leeuw. De Leeuw van Vlaanderen. Ja, de Leeuw van Vlaanderen, de café, de bewuste café. Dat is een hele moeilijke strook. Ben je daar al eens iets gaan drinken, Frank? Nee, ik ben er al een paar keer gepasseerd. En het terras zit er altijd vol, dus het moet er wel goed zijn. Ik ga dat toch wel een keer stoppen. Het is altijd op verkenning van het parcours dat we dat passeren. En we hebben nooit geen tijd, want het is altijd laat in de namiddag. De ploegleider van Wallonie-Bruxelles zagen we net het peloton of wat er van overschiet voorbij steken. Dus hij mag naar voren om zijn twee Poulains ondersteuning te bieden. Het verschil ook meer dan een minuut. Dus, en hier een vertraagde weergave bij Timothy Dupont. Wordt de ketting gesmeerd op het versnellingsapparaat. Ja, dat is toch ook wel... gedurfd van die man van Shimano. Ja, dat is uit een auto, maar daarnet hebben we iets gezien in het begin van de wedstrijd van op de motor. Iemand van op de motor met een spuitbus in het achterwiel. Ook bij diezelfde renner... Bij de Bond was het bij toen, de Bond, ja. Ging zijn ketting smeren heel dicht met die spuitbus bij die achterversnellingen met zijn vingers tegen die spaken. Ik zou het echt niet durven. Als die motor in een putje rijdt, zit je met je hand zo in het wiel. Ja, toeval dat het dezelfde ploeg is. Ja, in feite wel. Maar ik kan me wel voorstellen, als je nu met dat zand en dat stof, dat je ketting wel begint te kraken na een tijdje. Dus eigenlijk... We beginnen eraan, aan die belangrijke passage, of mogelijk bepalende passage. Is dat opnieuw Plankaert daar, die het voortouw neemt? Eerst Kassei, dan Onverhard. Die is echt wel goed. Ja, Ludwig de Winter, die lijkt me... alle moeite van de wereld te hebben om dat gaatje dat er is met die vier mannen nog te dichten. Ja, dan maar Taco van der Hoorn die de aansluiting opnieuw maakt. Denk toch dat bij de winter het beste eraf is. Ja, ik denk het ook. Hij heeft een serieuze nummer gedaan ook. Hè? De Gaspeldoorn, 440 meter Onverhard. Dan korte kasseistrook en dan... die bijna 2 kilometer van de zone aan de Vlaamse Leeuw. Of de Leeuw van Vlaanderen, excuseer. Ja.
Dupont daar achteraan, Veugelen en Steels, De Winter en Stallaert. Bocht naar rechts. Korte kasseistrook zoals gezegd. En dan het... Ja, wat is het eigenlijk? Is het grasveld? Gravel kan je het niet noemen. Het is gewoon gras. Het eerste stuk, 300 meter gras. Platgereden gras. En dan gaat het over in onverhard. Nicolas Verreken, is dat dan de man die op 1.23 zit? Ja. Het lijkt me van wel. Het peloton nog iets verderop. Die gaat ook een vier nummer te moeten doen om daar naartoe te rijden. Maar... We hebben gezien wat voor krachten dat kost bij Ludwig de Winter. Dus... Hier het peloton met iemand van One Pro Cycling, de Britse formatie. Natuurlijk, alle goede ploegen hebben iemand mee vooraan. Dus al die ploegmaats van die gasten gaan hier geen meter op kop rijden. Dus wie rijdt hier op kop? Ja, van mannen die eigenlijk niet goed genoeg zijn om mee te zijn. En dan is eigenlijk het kalf verdronken. Mm-hmm. Ik weet niet of hij nog in de koers zit, Frank, maar een ploegmaat van One Pro Cycling, van die One Pro Cycling renner, is Matthew Goss. En die stond hier ook aan de start. Vijf jaar geleden winnaar van Milaan Sanremo en vandaag aan de start van Schaal Sels. Het kan verkeren, zeg ja, maar. Ja, tuurlijk. Maar One Pro Cycling, dat Britse team, ik sprak Matthew Goss in het begin van het seizoen. En toen zei hij, ja, het zijn wel mannen met ambitie. Zij willen het volgende Team Sky worden in Groot-Brittannië. Toch heel wat werk natuurlijk. Om die mannen bij te benen, al was het maar bij te benen. Voorlopig blijft het rustig bij de kopgroep op deze onverharde strook. De Leeuw, ja, wordt die genoemd. Het grasstukje zijn al gepasseerd, denk ik. Maar toch ook een stuk van de kilometer 8. Dus, Deze situatie... Nee, er rijden nu in omgekeerde richting. Het gras komt op het einde. Dus de Leeuw gaan we nu aan de linkerkant zien staan. Dat wou ik net zeggen. Deze... De situatie zou wel eens nog een tijd kunnen duren met die 11 vooraan. En dan lijkt me het blazen van Ludwig de Winter intussen. Lijkt het me in de absolute finale aan de mannen die dan nog wat over hebben om het verschil te maken. Nicolas Verreken. Op een echte zandstrook is dit intussen geworden. Hè. Door al die passages van die voertuigen ook, komt dat allemaal wat losser te liggen. Het is aangereden voor de koers er passeerde, maar daar bijna een schuiver van de man van One Pro Cycling. En ja, die motor rijdt te dicht. De motor rijdt te dicht. Het maakt te veel stof. Want de man van Wanty Groep Gobert deed ook teken dat die motor vooruit moest. Ja, dit is gewoon niet voor het stof dat die renners teken doen, maar op het moment dat zoveel stof is, zie je ook niet meer hoe het wegdek erbij ligt. En dat is eigenlijk de reden dat ze die motor wegsturen, omdat ze niet meer zien. Verreken, op 1 minuut 20 gaat het, dan gaat het niet. Dan gaat het niet snel genoeg om dat gat nog te dichten, denk ik. Een beetje een troebel beeld, maar het is Ludwig de Winter. Het is de kopgroep die we nu in beeld krijgen. Een beetje probleem met de verbinding daar met die moto. Komt wel goed. En dat is de eenzame Verreken in de Antwerpse polder. Dat is wel erg als je zo niks ziet voor u. Als je niks ziet. De wind in het nadeel. Ja. Dan nog een gat van de minuut 20 moet dichtrijden. Nu wel even in het voordeel lijkt me, na deze bocht. Dat zal dan even... Hier is terug een beetje vals flap naar boven. Voilà, maar dan loopt de weg weer een beetje op als die wind in het voordeel staat. Ja,
Het verschil blijft 1 minuut 20. Dus hij krijgt er niet veel af. Nicolas Verreken. Dat is een pas Saspatat. Hij had ik daarnet ook gezegd. Maar hij is er toch bijgekomen. Een keer wordt er toch stevig doorgereden. Ja, en er is toch een gaatje gevallen tussen vier, dacht ik te herkennen, vier renners bij die kopgroep. En dan zeven mannen die zich daarvan leken los te wringen. Het was toch weer een peloton trouwens op 2 minuten. Dat zien we nu in beeld. Hier is dat Vermeldvoort, Koen Vermeldvoort, die het voor bekeken moet houden, de Nederlander. Hij was mee op een bepaald moment wat gegeven, samen met zijn ploegmaat. Stallaert moet er ook af. Ludwig de Winter, dat is begrijpelijk. Stallaert hadden we misschien meer van verwacht. Maar goed, ja, hij is er nog niet definitief aan voor de moeite. Voilà. Hij maakt zelf terug opnieuw de aansluiting. De Winter, dat is aan de rekker, zoals ze dat noemen. Hij zegt echt aan de rekker. Als je zo van een stuk stenen komt en ze draaien op en je zit op de kant. Ja, wat het. Maar ik ben echt curieus voor Wout van Aert. Ik heb nog niks kunnen opmerken dat hij echt een goede doen is. Maar Baptiste Blankaert wel. Die is echt is super vandaag. Die is super goed. Ik denk dat hij nu weer op kop zit. En daar vraagt iemand bevoorrading. De man van Roompot is het, van Goetem. Ook al een hele tijd mee. Ja, het is Baptiste Blankaert weer op kop. Blankaert, zoals al gezegd, de leider in de Europe Tour. Dat is altijd de kunst. En als je goed bent van het niet te laten zien aan de concurrentie dat je goed bent. Wat Wout van Aert, als hij straks een nummer doet van weg te demareren en een minuut voorsprong pakt. Niemand heeft het gezien dat hij een goede doen is. Maar het kan ook zijn dat hij niet beter kan. Hè. Maar dat is eigenlijk de kunst. Als je goed bent, het niet te laten zien aan de andere vluchtmannen. Gewoon kunnen wegsteken en comedie verkopen. En één keer uitpakken en de goede keer. Dat is eigenlijk, dat moet je leren. Want de meesten, als ze goed zijn, willen ze dat gewoon tonen dat ze goed zijn. Televisie is daar. Ze willen gewoon tonen dat ze het beste. Ze willen niet ingelopen worden terug. En dat is eigenlijk een beetje de in je kaart laten kijken dan op dat moment. Dat je eigenlijk niet mag doen. Maar ik denk dat Wout van Aert dat intussen wel kan. Zich een beetje wegsteken. Hij moet nog 22 worden. Ja, maar ik heb hem nog te weinig op de weg zien rijden om het zelf in te schatten hoe hij is. Dat zullen we straks kunnen merken als de echte finale begint. Alhoewel 38 kilometer. Dat gaat niet zo lang niet meer mogen duren. Hè. Ja, nu zitten er natuurlijk al een paar man bij, heb ik al gezien, die niet meer ronddraaien. Hè. Die blijven gewoon in het wiel zitten. Het ligt de winter onder. Voilà, dus de verstandhouding is een beetje aan het weggaan hier. Dus nu wordt eigenlijk het moment om dat kopgroepje op te splitsen. Er moet gedemareerd worden, of anders komen er renners uit de achtergrond terug. Van Aert vorige week ook een goede doen in de grote prijs Jef Scheres, maar dan op een bepalend moment ook een mechanisch probleem was het niet, maar enkele spaken uit zijn voorwiel en daar is een aanval van Wout van Aert. Inderdaad. En die was ook verrassend voor de Motard die voor de kopgroep uitreed. Daar een vertraagde weergave. Van Aert in een bocht. Uitstekende techniek natuurlijk. Tim de Klerk die daar het gaatje moet laten. Die komt wel heel dicht. Hij zwaait zelfs niet naar de motor. Blijft gewoon rustig. Ja, ik denk dat Van Aert heel goed is, Frank. Ja. Nu ben ik echt mis. Nee, maar ik heb hem ook maar te weinig zien rijden. Ik ken zijn dingen niet, zijn manier van rijden niet als hij goed en als hij minder goed is. Maar in bochten natuurlijk, zo met zand, dat is zijn ding natuurlijk. En dan maakt hij direct 20 seconden zonder dat hij een trap geeft. Hè. En dat zegt hij ook. Hè. Ik ben in het voordeel op die stroken, in die bochten tegenover mannen die een heel seizoen op de weg rijden. Ja. Na het Hageland wist hij dat ook te vertellen. Dat toch allemaal in zijn voordeel is. Behoedzaam door die bocht, maar zijn snelheid niet verliezen, dat is de kunst. Iets kleiner dan de Klerk lijkt me ook op dit beeld. Die staat helemaal stil erachteraan. Ja.
Baptiste Plankaert laat zich ook wat uitzakken, precies. Inderdaad. Dus we hebben ja, die is plat. Die is plat. Klerk. Hij steekt zijn hand op. De man in het geel en rood, als u hem kan herkennen, die nu de arm op in de hoogte steekt. Ja. Baptiste Plankaert, en dat is een heel slecht moment dat om met te rijden, natuurlijk. Ja, dat is inderdaad. Op 37 kilometer op zo'n onverharde strook, waar is zijn sportdirecteur? Dat is natuurlijk nog de vraag op dit moment. Ja, nu moet je een ploegmaat hem willen geven. Hè? In principe moet dan Ludwig de Winter zijn wiel afgeven. Ja, die is dood. Waar zit de Winter? Is die nog ver? Ik dacht dat daar de deur gaat open van de Brussel volgwagen. Van Aert. Die trekt hij wel door. Oeh, dat duurt lang. Waarom geven ze geen andere fiets? Het is nog 30 kilometer. Ja. Baptiste Plankaert wordt terug op weg geduwd door de mechanicien. We gaan eens kijken hoe goed dat hij nu was. Dat hij er nu naartoe rijdt of niet. Als hij echt goed is, rijdt hij er terug naartoe. Hij heeft al wel een uitstekende indruk gegeven. Maar goed, Van Aert gaat ook niet wachten natuurlijk. Nee, maar straks... 37 kilometer, daar is Van Aert volgens mij. Het beeld is iets meer troebel, maar die weet ook dat Plankaert weggevallen is. Die gaan dan een keer drinken. Van der Hoorn, de Nederlander. Verrassende Nederlander toch in het wiel van Van Aert. En wie hebben we daar? Nummer 41, dat is Černý. Dat is achteraan de Tsjech die daar straks mee in de aanval was. Kiest voor het gras, Černý. Met het nummer 115 voor hem, Robert Partridge. Nu zou het toch wel iets beter zijn dat we een beeld hebben van de kop. Ja, want dit is opnieuw het peloton, lijkt me. Kop van de wedstrijd nu, want daar is het nu al 2.40, daar ongeveer 2,5 minuut dat peloton is geklopt. Vooraan is het wel aan het gebeuren nu. Hè. Voilà, Van Aert en Van der Hoorn. Goed, zitten al auto's tussen. Vier man. Vijf man erachter zitten nog. Wie vindt daar de aansluiting? De sterke clippers bemoeien zich nu met de zaak, hoor. De sterke clippers komen naar voren in de finale van deze 91ste editie van de Schansels. Opnieuw het peloton. Van de geklopte mogen we toch wel zeggen op 2,5 minuut van de kop. Een luchtbeeld van die kopgroep zou niet slecht zijn. Hè? Dat we zien hoe Baptiste Plankaert zit ten opzichte van de anderen die gelost zijn van Van Aert. Van Aert nog steeds aan de leiding. Maar als die ploegleiders ertussen zitten, moet het minimum de minuut zijn. Hè? Anders mogen ze niet tussen. Hè? Viertal, Van der Hoorn, Sandro Murisse, Timothy Dupont, Wout van Aert. Die hebben er zeven anderen achtergelaten van die kopgroep van 11. Nou, het ging toch wel vrij makkelijk eigenlijk. Hè? Ik dacht dat Baptiste Plankaert daar is. Tussen de auto's zie ik hem hinter afkomen. Ja, hij is ginter. Ja, daar is Baptiste Plankaert opnieuw. Ja, vandaag, nu zijn we nog niet thuis. Niet dat ik hem niet gun, maar Baptiste Plankaert is echt ook geen gewone. Met zijn uitslagen van de laatste weken. En Dupont is natuurlijk ook snel. Ook. Natuurlijk, het gewicht van de wedstrijd zal nu in op de schouders van Aert komen. Hè. Stijn Steels, die probeert opnieuw naar voren te rijden. In het zog van de volgwagen met Walter Plankaert daar aan het stuur. Baptiste Plankaert trouwens geen familie van de bekende Plankaert-klan. Ja, Wout van Aert, de enige tactiek dat hij nu kan gebruiken, is zelf voor de aanval kiezen. En niet afwachten dat ze gaan demareren op het einde. Want dan wordt hij in de verdrukking geduwd en moet hij alle gaten gaan dichtrijden. Gewoon zelf demareren, kijken wie er meekomt en doorgaan. Niet afwachten. Dus mogen we op een van de volgende onverharde stroken aanval van Van Aert. Ik zeg niet nu al, het is nog 34 kilometer, maar zo, dat is de tactiek die hij moet gebruiken. Zelf gaan.
En wanneer komt die volgende strook eraan? Dit is nu nog een kleine kasseistrook die we net achter de rug hebben. En dan is er opnieuw de Zoutestraat. Ja, ze hebben nog een keer de Torentse weg, de zesde keer. Hè. En dan die school. Die school hebben ze ook nog. Hè. Dus dat is ook een zwaar stuk nog. Hè. Dus komt nog wel iets. Er komen nog heel wat stroken aan waarop Wout van Aert al zijn kaarten op tafel kan gooien. Kevin Hulsmans die daar in de volgwagen... Even brieven met de sportbestuurder. Van Aert kan geraken. Drinken. En Steels nog steeds in het sok van Walter Plankaert. Baptiste Plankaert, die neemt de leiding opnieuw over. Is er al bij Alto ook toch vlot teruggekomen? Pas op, en teruggekomen achter renners die losten voor hem. Dus op het moment dat Wout vol een bak aan het geven was, Wout van Aert vol een bak aan het rijden was, is hij teruggekomen na lekke band. Dus kiest Plankaert voor de kasseien, de andere voor het fietspad. Ja, voor de bocht te pakken. De Zoutestraat, dat is een strook van 1700 meter. Oh, een vrij goeie. Vrij goeie. Dat zij kunnen ze op dat echeltje rijden rechts. Of het fietspad zelfs. Ja. Concentratie bij Baptiste Plankaert. Achterom kijken. Dit is Baptiste Plankaert, inderdaad. Van Aert oprecht. Dus wij hebben Van Aert, Timothy Dupont, Xandre Meurisse, Taco van der Hoorn en Baptiste Plankaert. Die vijf op nog iets meer dan 30 kilometer. Wie komt daar aansluiten? Daar zijn er een heel deel. Dat is Van Goetem, dat is Tallaert en dat is opnieuw Tim de Klerk die erbij komen. We zijn opnieuw met 8. Die Xandre Meurisse, nummer 5. Die won ook al een etappe in de Vierdaagse van Duinkerke voor Coccar, de snelle Fransman. En die is sinds een maand stagiair bij Wanty Groep Cobert. Die kwam van Crelan Vastgoedservice, de ploeg van Wout van Aert. En een stagiair van Wanty, ja, vorig jaar won hier een stagiair van Wanty, Robin Stenwie, dus wie weet. Ja. Dat is Wout van Aert, dat is Van Goetem, dat is Juri Stallaert. Ja, inderdaad. Je hebt er altijd nieuwe gezichten, nieuwe renners, dat je toch niet weet wat inhoud dat ze hebben in zulke wedstrijden. Komt u daar ineens Wout van Aert terugfluiten? Maar Wout van Aert gaat er zeker niet bij laten, bij die ene prik. Want ze moeten nog een keer Torentse weg en Bosweg wegske doen voor de zesde keer. De hele lange kasseistrook met daarop volgend... het Pito-school, de school die ze door moeten en dan ook het onverharden op moeten, dat volgt allemaal op elkaar. En dan krijgen ze nog in de laatste 10 kilometer nog stukken onverhard. En als de boerderij van Frans van Looij, de oud-wielrenner, hebben ze daar ook het rondje waar ze de eerste keren over gereden zijn, moeten ze ook nog over. Dus ik denk dat er nog kansen genoeg zijn om echt de kopgroep uit elkaar te trekken. Ja, dat is de plaatselijke ronde, want als ze hier één keer passeren aan de Bredabaan, aan de finish op de Bredabaan, doen ze nog één plaatselijke ronde. En daarin kan ook nog heel wat gebeuren, tuurlijk, zoals je zegt, met die stroken daar nog in. Aan de boerderij van Frans van Looij, oud-winnaar hier van Schaal zelf. De man afkomstig uit Merksem, woont dus ook nog steeds in Merksem. En won hier in 1974, geloof ik. Ja, en Jan, ik heb je nog niet gezegd, maar de primeur vandaag voor de winnaar. Zou we het daar een keer niet over hebben? Dat is ook wel belangrijk, hè? De winnaar van de Schaal Cels, die krijgt een prijs in Natura. Frank, jij kent daar alles van. Ja. Wat krijgt de winnaar? Ja, en de winnaar krijgt een kalf.
een kalf van Hillespie eigenlijk de organisator van deze wedstrijd zelf kweekt op zijn boerderij. Een Black Angus kalf. En dat is een heel speciaal vlees, donkere kalveren, donkere koeien. En zo'n kalf krijgt de winnaar in natura. Een Black Angus kalf dat gisteren geboren is. Ja, gisteren geboren. Dat is gisteren geboren. Zijn eerste heeft daarmee beginnen kweken een jaar geleden, denk ik. Toen zijn eerste kudde hier toe kwam. Een kudde van een dier of 15, denk ik. En nu heeft hij zijn eerste kalfje. En dat wordt geschonken aan de winnaar van deze wedstrijd. Ik ben zelf geen vleesspecialist. Maar het schijnt dat het heel spectaculair vlees is. Ja? Ja. Ik ken het Charolais-vlees in de Beaujolais-streek, de streek van de Morvan, de Charolais-koeien. Het is heel, heel supergoed van smaak, maar het schijnt dat Black Angus nog beter is van smaak. Allee, vooruit. Dat is eigenlijk de reden dat ze ook biologisch grootgebracht worden. Stijn Steels, maak die kans op het Black Angus kalf. We gaan het zien straks. Ja. Iedereen dus terug vooraan van die kopgroep die we daar straks hadden. Alleen de Nederlander Vermeldvoort die ontbreekt. Dus we zijn met 2, 4, 6, 8, 10. Dat klopt. Achteraan Stijn Steels. En dan ook toch opnieuw Ludwig de Winter die er nog altijd aanhangt. Even stilte in de kopgroep. Ja, dus relatieve stilte. Stilte in voor de storm. Ja. 30 kilometer nog. We gaan ons klaarmaken voor de absolute finale van deze 91ste Schaal Cels. De tweede editie over onverharde wegen en kasseien. En terwijl er hier mannen bevoorrading aannemen. Taco van der Hoorn, onder andere van het cyclingteam De Rijken. Dit is het peloton, op meer dan 2 minuten, daar gaan we toch van uit. Dries de Bond lijkt me dat in derde positie. De man die de eerste vlucht voor een groot stuk bepaalde. Ja, er is ook geen georganiseerde achtervolging niet meer. Dus je ziet hier het resultaat van zo weinig deelnemers per ploeg. Verbrokkeling ook weer in de kopgroep. Ja, demarages. Hè. Krijgen we dan op het asfalt toch het verschil dat gemaakt wordt. Van der Hoorn moet eraf. De Winter hangt daar weer aan de rekker. Het lijkt me de man van Roompot te zijn. Brian van Goetem met Xandro Meurisse. Zij draaien als eerste de kasseistrook op. Bij het uitrijden van Berendrecht. Het centrum van Berendrecht althans. Van Goetem. Netjes in het gootje. Roompot. De Nederlandse formatie. Met drie broers aan de start hier vandaag. De gebroeders Kreder, Michel, Raymond en Wesley. En ook Johnny Hogerland. De man van de prikkeldraad. De man van de prikkeldraad, inderdaad. Het zal hem blijven achtervolgen, ja, zijn hele carrière en zijn hele leven lang. Maar dus ook Brian van Goetem, man aan de leiding op dit moment. We hebben, dat kan nog wel kort, voor we de absolute finale ingaan, ook met Johnny Hogerland gesproken. Phil van den Bosse, die interviewde Johnny Hogerland vanmorgen hier in Merksem. Johnny Hogerland, als ik me niet vergis, eindigde jij ooit op het podium in Parijs-Roubaix bij de belofte. Klopt dat? Ja, klopt. Tweede was ik toen. Wil dat zeggen dat jij op kasseien nog altijd goed uit de voeten kan? Ja, ik ben ook al top 15 geweest in Vlaanderen. Dus, ja, maar dat is een ander niveau als hier. Dus ja, dit is een mooie koers. Alleen het heeft natuurlijk weinig te maken met kasseien, want de helft is onverhard, geloof ik. Is het een parcours dat jou ligt? Ja, het parcours wat me wel kan liggen, ja. Alleen je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk, want je kunt wel goed zijn hier, maar ja, je moet ook hopen dat je geen pech hebt hier, want dan kan het ook gewoon voorbij zijn.
we over pech spreken en Johnny Hogerland, ja, dan denkt iedereen nog altijd aan die prikkeldraad. Word je daar nog altijd dagelijks mee geconfronteerd? Oh, dagelijks niet, maar ja, mensen herinneren me aan. Ja, dat zal wel heel mijn leven zo blijven. Dat heb ik wel geaccepteerd. Zijn er hier heel veel veldrijders mee? Zijn dat de grote concurrenten vandaag? Ja, dat denk ik wel. Als ze ook een goede inhoud hebben. Dit is natuurlijk even goed 200 kilometer. En een veld is geen 200 kilometer. Dus, maar man, dat wacht vanuit, ja. Dat is gewoon een wereldcoureur. Dus die kun je wel opschrijven vandaag. Hey. Heerlijk dat taaltje van Johnny Hogerland. Ja, ja. Terwijl Tim de Klerk een poging heeft ondernomen om weg te rijden van zijn 9 medevluchters. De reactie was daar van Timothy Dupont. Opnieuw kasseien. Met de Klerk. Dupont, Van Aert lijkt me daar in derde positie te komen. Ja, de Klerk op de rug. Van de kasseien dan wel. We zitten aan kilometer 170 ongeveer. Dus, ik denk dat op elke strook iedereen misschien wel eens een kans durft te gaan in deze fase van de wedstrijd. Hier zitten we nu terug op die Torensweg. Maar die haakse weg in omgekeerde richting dan. Dus motor even, dat was even kort bij. Ook voor de motoren een bijzonder parcours vandaag. Ja, er waren, ik heb aan de start gezien sommigen met terreinbanden en anderen niet. Dat ze toch onzeker waren dan de bandendruk zelf. Speelde ook een grote rol als het zand en de gravel is. Dus alles werd gecontroleerd bij de motoren van de piloten zelf. Omdat ze toch onzeker waren van het wegdek. Onder de autostrade onderdoor. De A12 is dat dan, vermoed ik. Ja, Wout van Aert heeft al rap terug dichtgereden, dat gaatje. Dit is bij de pinken. Wacht Wout van Aert ook nog op zijn moment om zelf te gaan. Ah, dat is de beste. De beste aanval is dat. Hey, de beste methode om te winnen is de aanval. Hij mag niet afwachten, want als hij telkens aan naartoe moet rijden, kan er weer iemand van achteruit komen en wegrijden. En om een duur is het allemaal voor hem. Dus gelijk zelf gaan en kijken wie er overblijft. En dan is het zaak om nu in te schatten hoeveel heb ik nog over, hoeveel kilometer kan ik dat alleen houden? Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Hè. Je moet je voelen. Hè. Als je weet, het is nog 30 kilometer. Ja. Steels schuift op. Een poging van Steels, nieuwe poging van iemand van Topsport Vlaanderen. Het zijn die duo's natuurlijk. Alhoewel dat het laatste duo is dat we hebben in de kopgroep. Inderdaad, want Ludwig de Winter is weggevallen. En Steels, ja, die heeft een gaatje. Dupont reageert niet. Daarnet hadden we de Klerk, nu Steels. Ja, het is natuurlijk, ze weten dat hij gelost geweest is. Dat hij moeten terugkomen is. Nooit verwacht er iemand dat hij nog gaat aanvallen. Dus daarom die vertwijfeling zo van die renners, Wout van Aert, Baptiste Plankaert, waar komt die eigenlijk nog uit? En dan gaat hij ineens demareren, vertwijfeling, hop, en hij pakt 80, 90 meter. Dat is wat nu aan het gebeuren is. Vorig jaar hadden we in de absolute finale ook iemand van Topsport Vlaanderen Baloise erbij, Oliver Naassen. Er werd toen geklopt door Robin Stenuy. Dat zijn toch de mannen van die ploeg die vaak voorkomen in deze wedstrijd. Stijn Steels, wat heeft hij nog in de tank zitten? Na een aantal keer toch moeten terugkomen op die kopgroep. Maar het is een mooi gat dat hij heeft. Ja, ja, ze zitten echt te wachten op Wout van Aert. Hè. Wout, hij moet de wedstrijd dragen nu op dat moment. Hè. Voornamelijk op die overharden en op die kasseistroken. Hè. Hij is als favoriet vertrokken, heeft er net al een prik gegeven. Dus ze weten al hoe dat zit. Hè. Iets meer dan 25 kilometer nog. Opnieuw een onverharde passage die eraan komt. 1500 meter. De Boterse weg. Eerst door de school. Ja. Stijn Steels met een geweldige inspanning. De laatste keer dat ze de Torensweg... Hij zou 14 seconden hebben, excuseer. Ja. Ja, de laatste keer dat ze nu eigenlijk dat,
Ze hebben 6 keer de Torense weg gedaan en nu die school met de Botersweg, dat is nu de laatste keer. Dus nu beginnen ze richting Bredabaan naar hier Merksem te komen. Ja, via Ekeren trekken we zo naar Merksem voor nog 1 plaatselijke ronde. Met als toetje, zeg maar, nog wat kassei en onverhard. Wind lijkt me een beetje in het voordeel te blazen op deze strook voor Stijn Steels. In het zog van de motor, waar hij toch ook van kon profiteren, leek me dat. Wat doen de achtervolgers? Gaan naar elkaar kijken. Ja, dat is duidelijk. De nummer 13. Op zijn hoofd, bijgelovig. Inderdaad. Zoals de meeste renners. Dat gaat goed met Stijn Steels. Die helemaal de oude lijkt. Want in het voorjaar zwaar gevallen in Oman. Dat is ook de neef, denk ik, van Tom zelf. Van Tom Steels. Ja, van Tom Steels. Ex wereldsprinter, zeg maar. En nu ploegleider bij Ethics Quickstep. Ploegleider en trainer van de renners. Maakt goede trainingsschema's. De renners zijn er heel tevreden over. Is met zijn tijd mee. Weet dat de systemen van trainen veranderd zijn. Dus er heel goed mee bezig. Ook een zachte man, een zachte karakter in de omgang met de renners. Krijgen we daar toch Van Aert dan? Ja, moet. Ja. Weinig andere keuze. Hij krijgt 2 Nederlanders mee. Dat zijn Van der Hoorn en Van Goetem. Dupont moest daar het gaatje laten. Stijn Steels op die Boterse weg. 1,5 kilometer onverhard. Een echte grindweg lijkt me dat, Frank. Minder zand dan de vorige stroken. Oei, mechanisch probleem voor Van der Hoorn. Ketting eraf, vooraan. En die was net met Van Aert en Van Goetem een poging aan het doen om tot bij Steels te geraken. Als hij in Deltos kan blijven, is hij terug, komt hij terug. Hè? Stijn Steels, 23,5 kilometer nog. Op de laatste, de op één na laatste lange onverharde strook, want we krijgen straks ook nog eens een van 1600 meter de blokweg. En die volgt ook snel. Want na de Botersweg waar hij nu op zit, volgt een korte kasseistrook van geen 0,5 kilometer. En dan die blokweg. Maakt Stijn Steels hier het verschil? Wie zit daartussen? Mij leek op dat helikopterbeeld dat daar nog één renner tussen zat. Tussen de achtervolgers. Wie valt er hieruit? Dat is Xandro Meurisse. De man van Wanty heeft die pech. Lijkt me lek achteraan. Ja. Ja, dat achterwiel gaat te veel over en weer. Ja, is plat. Ja, je moet er inderdaad wel ook een beetje geluk hebben. Hè? Want het zijn tenslotte allemaal kleine kiezeltjes die erop gestrooid liggen en gewalst. Maar ja, dat zijn allemaal kleine scherpe steentjes. En ja, als je een keer doorstampt. Ja, in deze fase. Ja. Oh, dat zit er al rap in. Dat is wel heel rap. Dat is een vlotte wissel. Ja. Uitstekend gedaan van die mechanicien. En Meurisse terug op weg. Kan hij er nog bij komen bij de kop van de wedstrijd? Een bijzonder slecht moment natuurlijk om lek te rijden. In die fase van de wedstrijd is de UCI ook veel strenger om tussen de auto's terug te komen. Hè. In volle finale dan gaan ze echt barrage maken en moet je op eigen kracht gaan terugkomen. Hè. Hoe zit het vooraan met Wout van Aert? Ja, die is alleen weggereden. Die is er al bij bij Tom Steels. Die is bijna bij Stijn Steels. Ja, ja, met Tom Steels, zeg Stijn Steels. Ja, sorry, ik was mis. Ik zit nog zodanig met Tom in mijn hoofd. Dat was eigenlijk een begrip in de jaren 90. Absoluut. Stijn Steels. En die bocht pakt hij gewoon 10 seconden. Hè. Kijk, Wout van Aert gaat er doorkomen, gaat het wiel zitten. Van onverhard naar kassei. En daar is Wout van Aert, inderdaad. Die rijdt er gewoon vol door.
Ja. Dat crossen is dan wel goed. Het is voor niet alleen techniek, maar toch ook lef hebben, hè, om in zo'n bochten. Lef en ook zelfvertrouwen. Hè. Ik kan dat, ik doe dat gewoon. En ja, niet te veel nadenken. Ja, ja. Steels op de tanden bijten. En Van Aert, handen op het stuur naartoe. Op de rug van de kasseien. Toch ook knap, de manier waarop dat jij die kasseien. En toch met een betrekkelijk klein verzet rijdt hij. De trapfrequentie van Wout van Aert bekijkt en die van Steels. Ja, en hij is erbij, zoals verwacht. Kassei is er ook afgelopen en op naar de volgende. Ze hebben een strook uitgelaten in de finale, die eigenlijk voorzien was. Een heel spectaculair strook. De oude landen, hebben ze eruit gelaten. Het natuurpunt heeft geweigerd dat er naar renners doorrijden met alle volgwagens. En dat is de reden dat het stuk eruit gelaten is in de finale. Dus dat stuk krijgen we niet vandaag. Het was ook een heel spectaculair stuk dat ik graag zou gezien hebben. Maar ja, spijtig genoeg. We hebben natuurlijk al heel veel gehad. Dus, maar dat was iets wat inrichter Simon graag zou meegemaakt hebben, dat ze daar nog een keer doorreden. Ik vond het ook, ik heb het verkend met de wagen. Het was een heel spectaculair stuk. Gaat opnieuw een duo uitmaken wie de Schaalcels wint. Vorig jaar was dat het geval met Naassen en Stenwy. Gaat het deze keer tussen Van Aert en Stijn Steels. Baptiste Plankaert die wil dat niet zomaar laten gebeuren natuurlijk, want die is goed, die is in uitstekende doen. Timothy Dupont ook in orde. Ja, met drie man gaan ze toch rondrijden. Hè? Voilà, Tim de Klerk die hangt daar aan. Ja, die gaat natuurlijk niks doen. Hè? Die gaat niks doen, want zijn ploegmaat zit vooraan natuurlijk. Het gaat van Goetem. Oei. Die dacht dat erin was, zeg. Wout van Aert bijna ten val gebracht door ja. Stijn Steels. En dan, ja. Waarschijnlijk. Steels die dacht dat het naar rechts was. Maar niet, het staat er toch niemand? Daar is niemand. Nou, Ginter staat in feite. Moet ook een beetje kijken natuurlijk. Ja. Dat is geen fout van de organisatie. Het is de renner zelf die vertwijfeld is. En het voorwiel van Van Aert, daar leek iets mee aan de hand. Dus raakt door de snelsluiter van het achterwiel van Steels. Jammer dat het op die manier... Ja, maar het is nog niet verloren. Hè. De materiaalwagen zit er vlak achter. Hè. Want de manier waarop Van Aert er naartoe gereden ja, is... Het is dat. Leek me wel de indruk te geven dat hij dat opnieuw kan. Daar is Steels. Op de blokweg deze zone. Bijna 1700 meter. 25 seconden heeft hij met nog 20 kilometer te gaan. Hoe zit het met Van Aert? Hoe snel is die wielwissel? Dat zouden we graag gebeuren. Daar zouden we nu een keer een beeld moeten kunnen van krijgen. Hè? Dat zou heel handig zijn. Hè? Moto 2 of zo. Of, ja, Moto 2 zou er moeten het zitten. Het was net voor het opdraaien van die onverharde strook waar misschien Van Aert wel eens had willen uitpakken. Hij zal nu moeten uitpakken om terug aan de kop te komen. Kan natuurlijk. In dat bochtenwerk hebben we gezien dat hij veel kan goedmaken. En misschien een beetje op adrenaline nu ook nog. Omwille van die ongelukkige manier waarop hij... Stijn Steels. Is hij solo op weg naar Merksem of krijgt hij nog gezelschap? Is dat Van Aert? Ja, dat is Van Aert, maar dat is achter die vier achtervolgers. Dupont, Baptiste Plankaert, Van Goetem en Tim de Klerk. Eerst daarbij komen, bij die mannen. En dan misschien nog eens de sprong naar voorwagen of wachten tot in die laatste ronde. Ik denk als hij er nu bij komt, die mannen rijden vol door, omdat hij er niet bij is. Maar een keer maar dat hij is bij al, is er al, Frank. Gaan ze niet, volgens mij niet meer vol een bak doorrijden. Dan valt hij direct erop en erover. Is dat op adrenaline op dit moment? Ja, dat is op adrenaline, ja. En is dat erop en erover? Even voorkomen misschien. Van Aert maakt op dit moment de aansluiting. En ze zitten op iets meer dan 20 seconden van koploper Stijn Steels. De vijf. Dupont, Plankaert, Van Goetem, De Klerk en Van Aert. Kijk, die rijden 10 seconden. Die rijden echt niet meer door, hè, nu? Die drie?
Dat is echt niet meer zoals daarnet, toen Wout van Aert vooraan zat. Dat, hem toch een beetje, dat ze toch een beetje temporiseren, dat ze een demarrage eigenlijk verwachten van Wout van Aert. 18 seconden. Dat is te overbruggen. Een brede weg in de richting van Merksem. We passeren zo meteen Ekeren. Ten noorden van Antwerpen is het allemaal te doen vandaag. Baptiste Plankaert leek even de achtervolging te leiden, wordt overgenomen door Van Goetem. En een bocht verder, Stijn Steels. Ja, het was een bizarre manier waarop Stijn Steels die bocht wilde aansnijden. Ja, dat was niet aangegeven, stond er niemand om teken te doen dat daarin was. En hij draaide ineens af en zag waarschijnlijk kasseien liggen en zegt, ja, als daar is het. Maar ja, voor hetzelfde geld, ik moet zeggen, Wout van Aert. Dat lag normaal een ander renner zeker op de grond. Hè. Als je zo tegen het voorwiel hier aangereden wordt door iemand zijn achterwiel, dan ligt hij gewoon op de grond. Hè. Hij heeft nog gelukkig zijn voet kunnen uit zijn toeklips doen om even zijn evenwicht, maar hij is niet gevallen. Hetzelfde geld maai ze gewoon omver. Hè. Opgave van Kevin Pauwels wordt gemeld, maar die is nooit in het stuk voorgekomen natuurlijk. Had ook geen doel gemaakt van de eerste koers. Wil vooral over 2 weken er staan in het crossseizoen. Steels kijkt achterom. 13 seconden is het nog. Volgens wat de mensen van de grafiek ons meegeven op het scherm. Murissen en Stallaert en Van der Hoorn lijken me dat nog aan. Die zitten in een tweede groepje. En daar zijn de eerste achtervolgers op Steels. Helikopterzicht op de stad Antwerpen. Het binnenrijden van Steels. En hier gaan we het nog eens bekijken. Van Aert die weet dat die bocht verder ligt. En Steels die te vroeg afdraait. En dan een sterk staanse acrobatie. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb dat er juist al gezien. Dat was een andere renner ligt 10-10 op de grond. Ja. Is dat ook een teken van nog goed zijn? Nog zeker, Frank? Nog fris zitten. Zeker en vast. Geconcentreerd, nog bezig. Op die momenten moet je echt, als je dat tegenkomt, moet je echt weten wat je doet. 8 seconden nog, Steels kijkt achterom. Hij gaat het niet houden. Onder impuls van Plankaert komt de rest terug. Plankaert, Van Goetem, Dupont, De Klerk en Van Aert. Van Aert zit daar achteraan, heeft een beetje kunnen puffen misschien. Nou, ik denk dat hij ook mee ronddraait. Hè. Alhoewel. Ja. 17 kilometer voor het einde zijn we nu. Dupont die overlegt. Door het centrum van Ekeren op dit moment. De Klerk in tweede positie, die gaat inderdaad niet zomaar overnemen. Het is aan Van Aert, ze laten het een beetje aan Van Aert, lijkt me. Tuurlijk, het is automatisch en dat hij moet doorschuiven naar de kop. Tim de Klerk kan niet op kop rijden. Hè. Ja. Die gaat niet anders doen of storen. Hè. Kom storen dat ze niet kunnen ronddraaien. Steels door de straten van Ekeren richting Merksem. Proberen die tijdritpositie een beetje aan te nemen om zo wat meer aerodynamica te creëren. Acht seconden wordt nu gemeld tussen het vijftal en Stijn Steels. Ja, Baptiste Plankaert platgevallen. Van Aert al moeten wisselen van wiel. Ze hebben allemaal al wel eigenlijk een deel gehad. Dus ze zitten wel met dezelfde wapens in de finale. Steels de tanden op elkaar. Het is ook al een keer gelost geweest dat die achter Walter Plankaert er achter de auto moeten terugkomen is. En daar in de achtergrond komt, lijkt volk nog op komst. Dat mag er dan. Dat is met Stallaert. Dat mag er eigenlijk niet meer bij komen nu. Hey, het is wel mooi voor de koers, maar voor Wout van Aert en Baptiste Plankaert is dat niet goed. Die Brian van Goetem, de man in het oranje. Sterke koers ook hoor, heel de dag in de aanval. Ja, die was ook al van de eerste ontsnapping met z'n tweeën, dan met Kreder daar naartoe gereden.
na die 8 man en dan de hele dag voorop ingelopen en nu weer mee. Inderdaad. Steels blijft achterom kijken. Traditioneel wordt dan gezegd, dat is geen goed teken. Nee. Kijk, maar hier beginnen ze toch weer te demareren. Hè? Ja. Dat was een impuls van Wout van Aert en nu gaat Van Goetem. En Van Aert leek me daar proberen aan te sluiten. Plankaert, De Klerk, is daar het beste af? Ik weet het niet. Zou me verbazen dat dat bij Baptiste Plankaert het geval zou zijn. Hij heeft een beetje gegokt dat Tim De Klerk het gat zou dichtrijden. Want de 3 anderen wegrijden, maar hij heeft dat niet gedaan. Dus om een duur moest hij zelf het gat gaan dichtrijden. En ze zijn er. Ja, ze zijn erbij. En Steels zich meteen excuseren tegenover Wout van Aert. Lijkt me dat gebaar te willen zeggen. Sorry Wout, ik had niet zo vroeg mogen afdraaien. Ja, okay. Kijk, het doet toch teken. Hè? Het is juist. Ja. Excuses aanvaard, zegt Wout van Aert. Nog is het moment waarop Steels wordt ingehaald. En meteen in de richting van Van Aert kijkt. Sorry jong. En Wout zal op zijn flegmatieke manier gezegd hebben, het is niks. Ja, het is niks. Ook een brave jongen, hè, op dat gebied. Nooit panikeren. Oh, wanneer een mooi finaleke krijgen, dat weet ik. Als die mannen uit de achtergrond niet terugkomen. Hè. Anders zouden we kunnen outsiders krijgen. In elk geval, we hebben al heel wat te zien gekregen in deze 91ste schaal Cels. Het parcours heeft zijn naam weer alle eer aangedaan. Vorig jaar trouwens door VeloNews, een Amerikaans medium, verkozen tot parcours van het jaar. Schaal Cels wordt ook gestreamd via die website, geloof ik, velonews.com. De spoorwegbrug, de brug over de spoorweg liever. Met Baptiste Plankaert, getekend door de onverharde stroken van de Antwerpse polder. Met op de achtergrond lijkt mij dat Van Goetem, jawel, Van Aert trekt mee. Bovenop die brug. Inderdaad, ik wilde zeggen de flatgebouwen van de bekende luchtbal van Antwerpen. Maar het is hier te doen natuurlijk op minder dan 15 kilometer van de streep. Een aanval van Brian Van Goetem, de Nederlander, al de hele dag mee in de aanval. Dus een uitstekende doen. Van Aert meteen de reactie. Van Goetem, die 2 jaar geleden de grote prijs Marcel Kind won. Maar dat is wel zijn laatste overwinning. Sindsdien niks meer gewonnen. Dus 2 jaar droog. Inderdaad. De speaker zegt het juist. Baptiste Plankaert is het leep aan het spelen. Hij hangt daar achteraan, inderdaad. Dat wil ik ook juist zeggen. En de speaker zegt het in mijn oren. Van Goetem, die kijkt. Moeten we met Brian Van Goetem gaan rekening houden, Frank? Ja, ik denk dat we met iedereen rekening moeten houden. Ik dacht dat Steels kapot zat, doordat hij al achter de auto van Walter Plankaert teruggekomen is. En ineens was hij 18 seconden weg. Dus in feite mag je hier van die kopgroep niemand onderschatten. Geen enkele. Het kan van alle kanten komen. En niemand die gaat controleren voor wie en voor wat. Ze rijden allemaal hun eigen koers. Ook de ploegmaat Tim De Klerk en Stijn Steels. Want nu gaat er natuurlijk kaart getrokken worden. Hè? Steels in het wiel van Van Aert neemt over nu. Plankaert. Van Goetem. Tim De Klerk. En Dupont. Moeten ze niet vooral van Dupont af? Is misschien wel de vraag. Die is wel snel natuurlijk. Hè. Als je nokere koersen kan winnen. Sprint bergop. Ja, en daar is Xandro Meurisse terug. Was ook lek gereden op een van die laatste onverharde stroken. Heel snel van wiel gewisseld. Dat kost toch nog wel een inspanning inderdaad om daarbij te komen. Maar je weet nooit. We hebben al sterke staaltjes gezien vandaag. Zware wedstrijd. Bijna 200 kilometer. En geen minuut op het gemak. Hè. Van in de start, die plaatselijke ronde, na de neutralisatie waren ze aan het demareren. En zijn ze eigenlijk weggereden met het groepje Hogerland. En dan die aaneensluiting van Lussen over onverharde stroken en kasseien. Het blijft duren. Het blijft gewoon duren.
het houdt niet op. Je moet als renner hier 5 uur geconcentreerd zijn. Als je nu je zak had voor eten te pakken, zeiden ze, zitten van achter. Nou, het is weer een beetje aftasten voor. Ik denk op het eerste stuk onverhard dat we nu tegenkomen dat er toch weer iets gaat gebeuren. Wanneer mogen we dat nog verwachten? We zitten nu op 12 kilometer. Op de stukjes die we daarnet gezien hebben van de start, de eerste ronde eigenlijk, die stukjes krijgen ze nu terug. De boerderij van Frans van Looy en het stuk daarvoor, dat zijn nog twee pittige stukken. Het eerste dat eraan komt is een kasseistoor. Ja, die komt erbij. Daar Murisse. Is Sandro Murisse. Murisse. Ja, die komt erbij. En zo meteen dus de kasseistrook, de zone Bartholomeus, de Bartholomeusstraat. En dan zitten we al in Merksem. Zeven koplopers hebben we in de absolute finale van de 91ste schaal zelfs. Met de aansluiting van Xandro Murisse. Dat is toch ook sterk hoor, dat hij opnieuw aansluiting vindt. Uitstekend. En na zo'n zware wedstrijd. Ingedeeld die wedstrijd dan. Ja. Voilà, daar is hij. Steels die kijkt. Ah. Nog iemand. Mogen we van Topsport Vlaanderen-Baloise om de beurt ik denk dat ze nu toch iets verwachten? Ik denk dat ze de kaart Tim de Klerk moeten spelen nu. Want hij heeft de hele tijd eigenlijk in het wiel blijven. Op het moment dat Steels weg was, op het moment dat Wout van Aert in volle inspanning naar Steels toegereden is, achteraf is Wout van Aert nog een keer moeten terugkomen naar Bandbrug, naar die bijna valt. En hij was altijd maar mooi in het wiel. Patrice Plankaert heeft ook al een lekker band gehad. Ja, Tim de Klerk heeft eigenlijk minst van al gedaan. Maar ik weet natuurlijk niet hoe fris hij nog zit. Van Goetem natuurlijk ook gevaarlijk. Heb ik ook nog niet te veel gaten zien dichtrijden. Dupont zit daar ook nog altijd met waarschijnlijk toch een snel eindschot. Dat misschien iets afgebot is door een zware wedstrijd. Maar hij blijft intrinsiek wel de snelste van dit groepje. Maar het is ook te zien met zo'n kleine groep hoe de sprint aangereden wordt. Hè. Voornamelijk met die paar bochten dat ze de laatste, vooraleer de laatste 300 meter te beginnen, hebben ze nog door straten heen en weer. Het is niet echt een sprint. Dupont die kan hier zijn 15e zege van het seizoen pakken. Is de Belgische zegekoning op dit moment. Straks komen we hier in de laatste kilometer. Maar voor alle duidelijkheid, nu passeren we aan de finish en dan nog een plaatselijke ronde van 8 kilometer, iets meer, 8,5. Dit is die Bartholomeusstraat, te kort om iets te ondernemen. Straks, over een kilometer of twee, komen er nog twee onverharde stroken aan. Dat is misschien wel een punt waar Van Aert nog iets kan ondernemen. Ja, maar dat is die stroken van de boerderij van Frans van Looy. Inderdaad. Dat we dus de eerste ronde moeten doen hebben. De Bredabaan. Ja. Met spandoek. Daar ligt de finish inderdaad. Het is eigenlijk maar 350 meter rechtuit. Hè. Uit een bocht komen en nou 350 meter het is aankomst. Kijk, 200 tang die rechts. Dus ik denk 350 meter zie je eigenlijk maar het spandoek hangen. De gele strips die de transporen bedekken om het allemaal veilig te houden. Daar gaan ze komen. We gaan de kroon. De top van die gele strips is ook zo korrelig zoals asfalt. Dus het verschil tussen die gele stroken en het grijze asfalt is zo klein mogelijk gehouden op die manier. En de omstandigheden zijn uitstekend. Dus veel gevaar schuilt daar niet in vandaag. Van Aert achteraan het groepje. Komt er zo meteen nog iets van hem? Ja, zeker die sprint niet afwachten met die rappe mannen dat bij zich. Dat mag je niet doen. Dat mag je zeker niet doen. Hè. Achtervolgers Van der Hoorn, Stallaert, De Winter.
groot zou het verschil zijn? Het zou me verbazen dat die drie er nog bij komen. Murisse is hoogstwaarschijnlijk de laatste die aansluiting heeft gevonden. We gaan met 7 renners de plaatselijke ronde in Merksem in. Zij gaan uitmaken wie de 91ste schaal zelfs wint na een spectaculaire koers toch opnieuw. Ik heb me geen moment verveeld. Echt er niet. Gebeurde altijd wat. De uitzending is om 2:00 begonnen. Ik heb gekeken van 11:00 als de start was. Ik heb niet van mijn plaats weg geweest. Ik heb de hele tijd blijven kijken. Ik vond het zo boeiend. Dus ongezien zoiets. En voor mij toch. Altijd een andere situatie. Altijd mooie beelden. Renners die door een bos rijden. Het is toch prachtig met die gekleurde truitjes. Ook een aantal knappe helikopterbeelden gezien van de polder en de haven van Antwerpen. Terwijl we hier nog, maar dat is goed aangelegde kassei natuurlijk. Een zware strook kan je dat niet noemen. De Akkerbouwstraat. Kleine adempauze tussen die kasseistrook en dan krijgen we een 2 kilometer onverharde stroken. Binnen 2 kilometer zijn ze aan het laatste stuk onverhard. Ja. Dat zijn 2 passages en in totaal nog 1 kilometer voor Wout van Aert om daar iets te proberen. Ze zijn opgedeeld in 350 en 650 meter bij benadering. Ja, en dan is nog een kleine 5 kilometer na de aankomst. Achter de laatste stuk. Dus er gaat er zeker iets gebeuren. Maar wij gaan er nu vanuit dat het Van Aert zal zijn. Maar voor hetzelfde geld is het die Ryan van Goetem hier achteraan. Ja, de Nederlander heeft ons ook al in positieve zin verbaasd vandaag. 7 kilometer op het plaatselijke circuit in Merksem. Het is spannend, deze slotfase van de schaal zelfs, want we hebben verschillende pogingen gekregen. Plankaart neemt over van Wout van Aert, die nog net even gedronken heeft en zijn drinkbus dan in de kant gedeponeerd. Stallaert en Kool zouden op 25 seconden zitten. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt op die onverharde stroken. En als het hier helemaal stilvalt... Ja, dan komen ze terug. Dan kunnen die drie misschien toch nog terugkomen. Maar ja, dat is terugkomen en op die onverharde stukken wordt het weer uit elkaar gereden. Even terugkomen. Oh, Tim de Klerk. Murisse. Ja, ze beginnen toch te prikken. Ja. Toch te nog prikken. Een dikke kilometer... Nee, minder dan 1 kilometer tot die onverharde strook aan Frans van Looy, oud-winnaar van de schaal Sels. Man van Merksem. Hij is gestopt met koersen. Frans van Looy is terug boer geworden. Hij heeft nu nog koeien en dieren op zijn boerderij. Plankaart. Die gaat naar de leiding om die onverharde strook als eerste aan te vatten. Een paar keer al de eerste willen indraaien. Net in die wijk ook al. Dus ik denk dat we zeker iets van hem mogen verwachten. Van Aert in 3e positie. Tim de Klerk in 2e. Murisse hier achteraan. Bij Steels lijkt het beste eraf. Ook al een stevige inspanning geleverd. Op weg naar Merksem. Nadat die Wout van Aert... Beetje onvrijwillig mogen we toch zeggen, ook even uit balans bracht en terugsloeg. Maar echt demareren gebeurt er niet, hè? Echt het blijft stil. Plankaart, nu de leiding. Naar links, hier recht voor ons hebben we de boerderij van Frans van Looy. Die witte boerderij die u daar ziet. Nu gaan we rechts en daar is eigenlijk het laatste stukje waar nog iets kan doen. Kijk, Wout van Aert gaat naar de kop. Wout van Aert gaat naar de kop. Nu moet hij gaan. Althans naar het wiel van Baptiste Plankaart. Gebeurt het nu? Ja, zeker moet het gebeuren. Zeker. Daar gaat Van Aert. Ja. Achter de rug van Plankaart weg. Is dit de inspanning die Van Aert de zege kan opleveren? We gaan het zien. De Klerk probeert. Van Aert. Ja, hij heeft een gaatje. Die motor moet daar weg. Ja, die gaat wel hard zijn.
Hij gaat heel hard, Wout van Aert. Tim de Klerk is ook goed, hè, want hij blijft hangen. Hè. Plankaert, die koos misschien wel voor de koppositie omdat hij niet zeker was van zichzelf. Hij moet het nu op de rest laten passeren. Ja, Wout van Aert is weg. Van Aert is weg. Hij is zo weg. Lijkt het wel. Vijf kilometer nog. Met zijn tijdrijderscapaciteit. Dat kan hij ook. Ja. Dat heeft hij bewezen in de Ronde van België. En die in een bocht pakt hij nog vijf seconden. Pakt hij nog vijf seconden. Dat is... Het moest, hè. Het moest daar gebeuren. Hè. Het kon niet anders. Als dit lukt, dan is dat een geweldige manier om het verschil te maken. Het moest inderdaad daar gebeuren. En Wout van Aert was op de afspraak. En nu gaan we kijken. Nog vijf, minder dan vijf kilometer. Kijk achterom. En dan moet de grote motor aan. Ja, nu is het jammer in een tijdrijder. Dan gaan ze niet meer goed maken. Richting Breda Baan. Kijk, Tim de Zo groot is het gat intussen. Tim de Klerk was op 30 meter dus. Op die strook van 685 meter heeft Wout van Aert het verschil kunnen maken. Ja, ik ben mijn favoriet heeft laten afweten. Baptiste Plankaert, ja. Ja, inderdaad. Maar kun het wel van Aert van harte horen. Want de manier waarop dat hij twee keer de forsing gevoerd, dan die bijna valpartij met Steels. En nu terug daar naartoe gereden. En nu de demarrage van op de kop af. Dat is echt wel spectaculair. Kijk, en nu hier beginnen ze natuurlijk, moeten ze rondrijden, maar niemand kan nog. Ze beginnen wel te kijken natuurlijk. Ja, van Goetem leek nog een poging te ondernemen. En in de verte rijdt Wout van Aert. 10 seconden zou hij hebben. Ze zien ook dat als ze rondrijden, dat ze nog geen meter gaan dichter komen. Dus wat doen die gasten hier in de achtervolging? Op hun plaatsje voor de tweede te kunnen worden. Niet om naar Wout van Aert nog te rijden, want dat voelen ze ook dat niet meer kan. Hij rijdt te rap weg. Gaat de favoriet het hier afmaken? Op 4 kilometer van het einde lijkt het wel, lijkt het van wel. En hier zijn er 3 die niet meer mee kunnen. Onder impuls van Plankaert, Van Goetem en Stijn Steels is er een scheurtje gekomen bij de achtervolgers. 12 seconden zou Van Aert hebben. 3-4 kilometer dus. Als dat niet lekker rijdt. Nee, dan sluit hij zijn wegseizoen af. Met een indrukwekkende zege in de 91ste schaal Cels. Zijn laatste wegwedstrijd voor hij over 2 weken aan het crossseizoen begint. Wout van Aert. En een paar weken geleden heeft hij net juist wereldster Nieke Terpstra moeten laten voorgaan in een gelijkaardige wedstrijd. Dwars door het Hageland inderdaad. Ja. Was daar tweede achter een... Toch ook heel sterke wereldster. Terpstra. Ja. Terpstra is wel... Ex-winnaar van Parijs-Roubaix. Parijs-Roubaix, een wedstrijd waar Wout van Aert toch ook van droomt om die ooit te rijden. Hij wil nog niet gezegd hebben dat hij voor de weg kiest, maar Parijs-Roubaix, daar droomt hij wel van. Dat moet hij gewoon doen. Dan moet hij wel een beetje nog die afstand in de benen krijgen. Hè? Want een finale rijden na 250 of 260 kilometer... is toch anders of, anders, of een finale rijden na 200 kilometer. Ja. Daar heb je toch een paar jaren voor nodig. Is nog maar 22. Dus hij kan nog een heel stuk beter worden. En dat zal hij ook. Maar het is gewoon een rennen voor op de weg ook. Hè. Moet je toch met zulke dijspieren, jong, dan moet je op de weg rijden. Hè. Tijdrijderscapaciteiten. Ik weet niet zijn capaciteiten bergop, maar ik denk dat dat wel een compleet klassiek renner is. Mij lijkt dat ook zo. Ja, en winnen is toch nog altijd iets meer dan uitstekende ereplaatsen neerzetten in een wegwedstrijd. Ja, tuurlijk. Ik vind dat je met dat moet beginnen. Maar af en toe een overwinning daarbij moet gewoon. En dat vermeerdert alleen maar. We komen niet dichter, hè. 14 seconden nu. Nee, die gaan ze geen millimeter dichter komen. Er is ook iemand, Wout van Aert, als je hem 20 meter geeft, als hij demareert, dan mag je het vergeten. Die valt niet stil, hè. 15 seconden, de voorsprong loopt nog op, 2,5 kilometer, nog minder zelfs. Kijk, dat het nog eens goed ronddraaien. En volgens mij, Frank, en dat is een detail, maar heeft die sokken van 22,75 aan. 22,75, dat is het postnummer van Lille in de Kempen, waar hij Belgisch kampioen geworden is. En hij heeft een aantal vrienden die het team 22,75 hebben opgericht. Zijn mechanicien, Christophe Kop onder andere.
En de mannen hebben sokken laten maken van hun team. En ik denk dat Wout van Aert die sokken aan de aan heeft vandaag. Je bent wel heel opmerkzaam. Ja, ik vind dat wel tof als je dat ziet. En dat verhaal er rond vind ik wel machtig. Ja, met de steun van Wout van Aert mogen een paar vrienden van hem hun kans gaan. Kenny Geluijken zit daar onder andere ook bij, ex-veldrijder. Of dan nog altijd veldrijder. Maar om deze man gaat het. Wout van Aert in de straten van Merksem. Minder dan 2 kilometer nog. Hij heeft er een fantastische koers van gemaakt. Op een bepaald moment weggeslagen door pech. Ja, maar ook lang zich weggestoken. Lang laten uitschijnen dat het niet zo goed was. Ik zelf was eigenlijk een beetje misleid. Tot hij natuurlijk de eerste prik gaf. En dan wist ik het natuurlijk. Maar tot daarvoor hebben we hem helemaal niet gezien in het stuk. Hij zat constant vooraan, attent, oké. Okay, maar hij mengde zich nergens. Kijk, dat is levensgevaarlijk. Ja, dat is klein mannetje gevaarlijk inderdaad. Echt levensgevaarlijk. Hij zit in de laatste kilometer. Hij is de boog gepasseerd. Wout van Aert gaat deze 91ste schaal zelfs winnen. Op een schitterende manier, mogen we toch wel zeggen. Het verschil gemaakt op die laatste onverharde strook. Wel op een schitterende manier ten eerste, maar als favoriet vertrokken en het waarmaken, dat is nog het speciale daaraan. Als je dat kan, dan ben je echt... Daar is hij, Wout van Aert, op de Bredabaan. Alleen aankomen, het is toch nog altijd wat anders. Het moet een schitterend gevoel geven om zijn wegseizoen zo af te werken met winst in de schaal zelf. Proficiat, Wout van Aert. Inderdaad. Het applaus van heel Merksem en ook van heel veel meer mensen, denk ik. De schaal zelf is voor hem. Geweldig gedaan. En hij is er blij mee, hoor. Dat is duidelijk. Ja, als favoriet het ook afmaken. En Dupont lijkt me de tweede. Dus plaats voor de tweede. De sprint voor de tweede plaats te winnen. Zo moet ik het zeggen. Voor Stijn Steels of Tim de Klerk. En daar is Sarah, de vriendin van Wout van Aert, met de eerste felicitaties. Het is niet zo intens als met het BK of het WK-veldrijden, maar dat is logisch natuurlijk. Een Belgische titel of een wereldtitel, dat is natuurlijk nog heel wat anders dan... Maar deze winst, die mag er ook zijn. Inderdaad. De manier waarop had gewoon getelefoneerd de laatste strook en getelefoneerd en jongens, hier ga ik wel gaan, hè. Iedereen was klaar en nog van wegrijden. Het waren geen wereldrenners, maar de manier waarop het hier wint is wel indrukwekkend. Nee, maar Baptiste Plankaert zat daar toch ook op kop voor die laatste strook. Ja, die leek ja. Ook daar zijn kaarten op tafel nog te kunnen gooien. Het gebeurde niet. Van Aert kwam uit zijn wiel en maakte daar het verschil. In die twee knappe bochten. En Wout van Aert die staat momenteel al bij Phil van den Bossen. En we gaan eens luisteren naar wat Van Aert te vertellen heeft over deze knappe winst. Doe maar, Phil. Ja, Jan, ik ben een beetje buiten adem, want ik moest achter Wout van Aert aan. Je reed heel erg snel nog over de meet. Ja, ik heb de laatste strook gegaan en dan was dat blok tot aan de rivé. Dus ik had even nodig vooruit op blazen. Wat een schitterende manier om deze schaal zelfs te winnen. Ja, toch wel. In de finale was ik naar Stijn Steels ingereden. En... door een misverstand kwam een waarschuwing voor een bocht. En hij stuurde iets te vroeg in en daardoor heb ik een paar spaken op mijn wiel. En toen dacht ik even, ja, lap, het is gepasseerd, want het zag er toen eigenlijk heel goed. Maar dan kwam ik in de achtervolgende groep en dan had ik al snel door dat ik gewoon moest weg tot de plaatselijke ronde hier. En met één cartouche proberen het verschil te maken en dat is gelukt. Je was de topfavoriet en het dan toch waarmaken, dat is knap. Ja, zeker en vast. Ik voel dat er meer en meer naar mij gekeken wordt in die wegkoersen. En dat is ook aanpassen om je manier van koersen wel aan te passen. Dan moet ik wel langer wachten om iets te proberen. En ondertussen lukt dat ook beter en beter. Dus vandaag is een mooie beloning. Die plek waarop je wegreed, had je dat van tevoren al beslist? Bah, voor de koers kunnen we nooit echt zo'n strak plan maken. Maar ik wist wel, als we hier in de laatste kronig met een groepje kwamen,
dat voor mij de enige kans was om nog een verschil te maken. Dus voor mij was het wel goed dat die onverharde strook er nog eens bijgekomen in de plaatselijke ronde. Laatste vraag, iets wat veel mensen zich misschien afvragen. Moet Wout van Aert geen wegrenner gaan worden? Ja, die vraag krijg ik elke keer als ik iets of wat prijs rijd op de weg. Deze zijn natuurlijk grote koersen en dat is heel plezant dat ik hier op mijn mannetje kan staan. Maar ja, het is misschien stom wat te zeggen, maar ik heb mij hier helemaal niet op gefocust. Dus echt in het veldseizoen dat ik bezig ben. En omdat ik daar ook een goede conditie voor heb, lukt dit ook. Maar vanaf binnen 2 weken duik ik het veld in. En dat zal het duren tot april volgend jaar voordat ik terug aan de weg denk. En het is goed zoals het is. Dankjewel, geniet van je overwinning. Ook van dat kalf dat je hebt gewonnen vandaag. Ja, merci. Het Black Angus kalf. Inderdaad. We gaan het dan mee pakken. Ja, we hebben daarnet zijn vriendin Sarah gezien, dus die zal het misschien mee kunnen nemen naar Herentals. Daar waar het koppel woont tegenwoordig. Hij kon al op bijna 100 meter van de streep de armen in de lucht steken. Wout van Aert. Schitterend gedaan. Hij is altijd een beetje afwijzend als je vraagt. We gaan je geen wegrenner worden. Hè? Altijd zo dat is opvallend, ja. Ontwijkend antwoorden. Maar misschien heeft hij daar ook wel gewoon gelijk in om dat af te houden. Ja, even wachten. Ja. Hij is nog zo jong. Oké, Belgisch kampioen. Ik denk dat hij ook meer plezier heeft in het veld dan op de weg te gaan koersen. Dat het ook dat een beetje is. En als je jonge gast bent, ga je het altijd het plezantste eerst gaan zoeken. Is goed betaald ook in het veldrijden, dus waarom zou hij die stap zetten en het veldrijden achter zich laten? Dus ik kan hem echter wel geen ongelijk geven. Zeker het komende seizoen niet, want als Belgisch en wereldkampioen is het cashen natuurlijk aan de start van al die veldritten. En dan heeft hij uiteraard overschot van gelijk, want ze koersen uiteraard toch allemaal nog om den brode. Het is natuurlijk te hopen dat we een goede Mathieu van der Poel aan het winterseizoen hebben. Want anders gaat het, een niet zo boeiende spektakel worden deze winter. Zoals het er nu naar uitziet. Sven Nys hadden we vorig jaar die een paar keer tegen hem, zelfs in kokzijde, hem klopte. Wie hebben nu deze winter, als Mathieu van der Poel er niet gaat zijn, voor met hem te gaan concurreren en duels uit het veld te vechten in het veld, dat het echt boeiend wordt voor de kijker? Dat is mijn vraag. Ja, op Mathieu zal het een hele tijd wachten zijn, vrees ik, vooraleer die echt op niveau zal zijn. Maar we hebben nog winters gehad waarin de ene topfavoriet er langer over deed om op niveau te komen en dan toch nog wel beklijvende duels, want daar leeft de cross natuurlijk van, tuurlijk. Die duels. Dus dat die mooi is, hè? En hier zien we nog Dries de Bont die een sprintje wint van een viertal uit de achtervolging. Dries de Bont lang in de aanval gereden vandaag. Ook een verdienstelijke wedstrijd. Een man die er gewoon een uitstekende augustusmaand, een uitstekende zomer op heeft zitten. Een pelotonsprint, als we dat zo nog mogen noemen, kreeg hij ook nog mee. Het was een bijzonder boeiende wedstrijd opnieuw. Ik heb mij in geen seconde verveeld, echt niet. Altijd afwachten, wat gaat er nu gebeuren? En voornamelijk met die ploegen van 6 man. Als er iets gebeurde met een kopman, zoals Wout van Aert of Baptiste Plankaert, platvallen, ja, er zijn geen ploegmaten. Ja, je moet wachten op een auto, niet, die is te ver. Dus soms neutrale wagen, beroep doen op neutrale wagen. Ze hebben geen ploegmaten, ze moeten het alleen gaan doen. Dat was wel, dat vond ik wel apart vandaag. Vond ik wel heel apart. Ja. Zicht op het Sportpaleis. Met het blauwe dak. Vroeger was dat het groene dak, kenmerkend. Dat is sinds een aantal jaren al groen. En dat dient als achtergrond voor de uitslag. Voorlopig onder voorbehoud. Want Wout van Aert heeft gewonnen voor Timothy Dupont. Maar die derde, Johnny Hogerland, lijkt me wel sterk. Dat zal eerder Van Goetem geweest zijn van dezelfde ploeg. Vandaar Stijn Steels als vierde. Baptiste Plankaert dan. Xandre Meurisse 6. Tim de Klerk 7. Juri Stallaert 8. Taco van der Hoorn 9. En Ludwig de Winter toch ook nog 10e geworden. Wat een inspanning heeft die man toch ook geleverd vandaag. Baptiste Plankaert, is dan een 5e plaats een teleurstelling, Frank? Ja, voor mij wel. Voor mij wel. Ik dacht dat hij beter reed. Ik kan niet zeggen
De sprint is natuurlijk, ben je rap 3-4 plaatsen kwijt. Maar de manier waarop dat hij naar die laatste onverhard stroken reed, van op kop, dat was zo over te zeggen, jongens, probeer een keer van achter mij te demareren, want ik ben toch mee. En dan gaat Van Aert en hij moet passen. Dus is het dan uit schrik dat hij op kop begint te rijden aan die stukken, aan die technische stukken? Of, ik weet het niet. Maar daar heeft hij me wel ik had de indruk dat hij een heel stuk beter reed, dat hij echt goed genoeg was om met Van Aert mee te rijden. Het is ook een apart beeld, hè? Topshot met de stroken die de tramsporen bedekken. De winnaar Wout van Aert nog eens in vertraagde weergave over de streep op de Bredabaan. Winnaar van de 91ste Schaalcels. Ja, dat is een mooie naam op de palmarès natuurlijk van zo'n wedstrijd. Ja. Die zal nog jaren meegaan. Na Robin Stenouis. Op een vergelijkbaar parcours. In 2014 hebben we geen uitgave gehad van deze koers. In de jaren daarvoor wel, want deze wedstrijd bestaat al sinds 1921, geloof ik. Zoals in het begin van de uitzending gezegd. Een van de oudste wielerwedstrijden van ons land. En de organisator van de Schaalcels, zoals gezegd, een van de oudste wielerwedstrijden van het land, maar onder impuls van Ben Simons, de organisator, is deze koers op deze manier nu aangepakt sinds vorig jaar. En Phil van den Bossen, die heeft Ben Simons bij hem staan. Ja, Ben Simons, ik zie een glinstering in je ogen. Ja, dat klopt. We hebben een fantastische wedstrijd gezien. Alles zat mee vandaag. Het weer zat mee, het parcours zat mee. Uiteindelijk, de wedstrijd was een fantastische wedstrijd. Heel veel publiek langs het parcours. En we hebben nog een fantastische winnaar. Dus ik denk, ja, deze dag is zeker geslaagd. Heel veel mensen spreken over dat parcours. Daar heb jij bijna een heel jaar aan gewerkt, denk ik. Ja, vorig jaar hebben we dat voor de eerste keer eigenlijk in primeur gebracht. Er waren nog wat puntjes waar we aan moesten werken. Ook de weersomstandigheden zijn altijd heel belangrijk op dat vlak. Maar dit jaar zit alles mee. En het parcours hebben we ook wel meer aangesleuteld, zodat er weinig verkeerd kan gaan. Tot slot een mooie winnaar, een mooie wedstrijd. Wat zegt dat voor volgend jaar? Ja, ik denk dat we in stijgende lijn zijn. Qua Schaalcels bestaat binnenkort 100 jaar. Dat belooft alleen maar. Oké, dankjewel. Zijn we op weg, Frank, naar een vaste waarde voor de Schaalcels op de wielerkalender? Well, ja, ik moet er eerlijk in zijn. Wat Ben Simon daarnet zegt, we hebben er heel veel aan gesleuteld aan het parcours. Dat kost heel veel moeite en geld. En er moet altijd iemand zijn die zijn schouders er wil onder zetten om dat te financieren, om al die werken. Want ieder jaar, die wegen waar we nu overgereden zijn, waar de renners overgereden zijn, moeten ieder jaar opnieuw gewalst en gecontroleerd worden en gemaaid worden en het onkruid weg, de bomen gesnoeid worden, dat de auto's daaronder kunnen met die fietsen op tak. Dat zijn allemaal werkzaamheden die toch heel veel inspanningen vergen. En zo iemand moet je eigenlijk, zoals Ben Simon, hebben die zijn schouders daar wil onderzetten om die koers zo te laten verlopen en zo een betekenis te geven. En als hij dat blijft doen, als Ben Simons dat blijft doen, dan kunnen we erop aan dat dat steeds een grotere wedstrijd gaat worden. Inderdaad, dat er eigenlijk World Tour ploegen gaan op afkomen. Dat wilde ik net aansnijden. Ja. Zie je op korte termijn World Tour ploegen hiervoor kiezen? Want we hebben natuurlijk al dwars door het Hageland gehad met een vergelijkbaar concept met onverharde wegen in het begin van augustus. Dan Schaalcels op het einde van augustus. Maar meer moet het natuurlijk niet worden voor zo'n wedstrijd. Ja, van mij mag het altijd zo zijn. Als je ziet de kijkcijfers van wielerwedstrijden, dat er mensen zijn van meer dan 45, 50 jaar. Die jonge gasten, die kijken niet meer naar de koers. Maar ik kan me voorstellen, een wedstrijd zoals vandaag, je bent 25 jaar, ga je aan je televisie zitten en kijken, want dat is boeiend, dat is wijs. Die renners die onderuit schuiven, en, ah ja, dat zijn allemaal dingen. Dat vind ik tof om naar te kijken. En ik denk dat we dat jong publiek moeten aantrekken door zulke wedstrijden in te gaan organiseren. En ik vind het eigenlijk, oké, het zijn nu maar twee wedstrijden, maar dan er meerdere organisaties zulke dingen in hun parcours gaan maken om toch boeiender te maken zoals het vandaag was. We gaan zien wat het geeft in de toekomst. Met het resultaat van vandaag
gaan we stilaan afscheid nemen. Nummer 1, Wout van Aert. Schitterende zege in deze schaal zelfs voor Timothy Dupont en Stijn Steels. En de rest van de top 10 ziet u. Nico Matan zag u daarnet tijdens het interview van Ben Simons ook al in de achtergrond. Hij was koersdirecteur vandaag en Phil van den Bossen staat bij Nico Matan op dit moment. Ja, en niet alleen bij Nico Matan, ook bij Johan Museeuw, de twee koersdirecteurs van vandaag. Zijn jullie tevreden? Maar je kunt niet alles of tevreden zijn, denk ik, als je zo'n winnaar hebt, de wereldkampioen cyclocross. Mooie wedstrijd, mooi weer, mooie banen, alles perfect verlopen. Dus denk als koersdirecteur samen met Johan dat we super tevreden moeten zijn. Onze uitzending zit er bijna op, Johan. Tot slot, mag jij dan nog iets zeggen? Wat maakt deze wedstrijd zo uniek volgens jou? Vooral het apart karakter van deze wedstrijd, het parcours, het offroad. Ook natuurlijk dat je deze regio Antwerpen op een andere manier kan in de lucht zetten dan op tv. Dat maakt het heel speciaal. En vooral ook dat de wedstrijd evolueert naar een afvallingswedstrijd. Met dan een fantastische winnaar, Wout van Aert. Dus ik zeg, deze soort wedstrijden mag alleen maar in de maand augustus liggen. En dat is ook zo. In september begint de cyclocross. Dit soort wedstrijden mag geen cyclocross worden. Dit is goed bereikbaar. Dus zo houden het perfect zoals het vandaag was, is iedereen heel tevreden. Oké, dankjewel Johan Museeuw. Terug naar jou, Jan. Bedankt Phil en bedankt voor de interviews vandaag. We gaan afronden. Ik bedank Frank Hoste voor het deskundig co-commentaar en Dominique van Otegem voor de informatie tijdens de koers. Ook veel dank aan de ploeg van regisseur Bruno Bilic. Graag tot een volgende keer voor Koers op uw regionale zender.